Maar goed, volgens mij zijn we live. Ben je klaar, Jordi? Ik zoek altijd nog last minute de tweet om te zeggen dat we live zijn, maar ik kan niet vinden. Hiero. Ja? Ja. En heb je hem gezien? Zijn we. Okay. Klasse. Ja, hele goede middag allemaal. De laatste vrijdagmiddagborrel van dit jaar alweer, Jordi. Yes, zeker. Bijgevlogen. Ja, heel veel leuke gasten. Twee jongens op de bank natuurlijk. Jean-Paul Rizon. Dag Niel. En de niet zo leuke datanerd van Nederland, Jan Wavink. Want er zit een hele leuke datanerd naast me. Michiel Jongsma. Zo. Beter bekend als Jongsma. Wat een aankondiging, man. Ja, zeker. En Len Koeman. Ja, hoe moet je het beste omschrijven? Wat staat er op je businesscard? Nu, ik werk bij Fox Sports als field producer. Ja? En ik ben begonnen als spelersbegeleider. Ja, zaken nemen, hoe je het wilt noemen. Ja. En dus, vlogger. Vloggen doe ik ook af en toe nog. Dus dat, dus, staat, allemaal dat staat allemaal achter elkaar. Het past net op het kaartje. Wat slokt het meeste op? Werk als field producer wel. Ja? Ja, drie, vier wedstrijden. Meestal de weekenden natuurlijk. Ja. Dus ja, met het reizen erbij. En dat slokt het meeste. Morgen, Super League potje? 8:45 naar Leeuwarden. Lekker bij Dordrecht. Ja, dat is al gespeeld, toch? Dus je gaat zo weg? Ik moet zo gaan rijden, ja. Ik ben over een half uurtje weg. Ja, en naast jou zit Arjen Emmingen, oud-prof en tegenwoordig? Loopbaancoach en opleidingsmanager bij de VVCS. Zo, en wat houdt dat in? Zorgen dat mensen niet in een zwart gat vallen? Ja, daar komt het, ja, dat is mooi samengevat. Okay. Ik heb nog een studie bij VM gedaan. Ja? Heeft hij me aangesmeerd toen de tijd. Aangesmeerd? Dus dankzij Arjen, Arjen ben je niet in een zwart gat gevallen? Nee, inderdaad. Dat bedoel ik. Nou ja, dat ben ik dus. Dus voetballers, profvoetballers en jonge profvoetballers kunnen een opleiding volgen bij de VVCS. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Okay. Is dat ook in Turkije zoiets? Bij VVCS? Ja? Volgens mij niet. Nee? Nee. En ook niet een opvang voor als je het niet redt? Ook niet. Ook niet. Als je het goed hebt gedaan, hoef je daarna geen zorgen te maken. Als je het slecht hebt gedaan, ben je al vrij vroeg gestopt. Ja, heb je waarschijnlijk een andere baan. Hoe is dat eigenlijk in Nederland, zeg maar? Is het, zeg maar, als mensen, zeg maar, uiteindelijk hun contract niet verlengd zien, zeg ze als ze 22, 23 zijn, vallen er dan heel veel in een zwart gat? Ja, er vallen echt heel veel in een zwart gat. Weet je, je bent altijd bezig geweest met voetballen. En de meeste jongens ook niet met een studie werk of wat dan ook. Het is gewoon echt fulltime trainen, fulltime voetballen. Ja, en als het dan in één keer afgelopen is, ja, dan wordt het wel even omschakelen. Ja. Dus ja, dan moet je of een opleiding volgen of werk vinden. Ja. Maar je ziet het in de buitenlandse, in de NFL en de NBA, dat voor mij daar is na 3 jaar is, zeg maar, 60-70% failliet van het geld wat ze verdiend hebben tijdens hun carrière. Hoe is dat in Nederland? Nee, in Nederland is niet zo. Daar hebben ze wel een goede regeling. Ze hebben het CFK. Ja. Dus dat is echt een topregeling. Dus ja, weet je, dan spaar je eigenlijk tijdens je carrière al voor de overbrugging naar een tweede carrière. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook wel een contrast met de sporten die jij aanhaalt ten opzichte van wat je in Nederland verdient. Het probleem is meestal niet dat je, zeg maar, er komt nog steeds wel geld binnen, maar je blijft die standaard leven die je in die periode hebt gedaan. Dat is volgens mij waardoor iedereen ook de one-hit wonders en de muziek en dat soort dingen allemaal failliet gaan. Omdat je nog steeds dat huis wil blijven wonen, dat zwembad wil laten vullen, personeel in dienst hebt. Ja, dat gaat allemaal niet meer. Maar ja, volgens mij is dat niet echt een heel groot probleem in Nederland. Nee, maar geef je ze dat dan ook mee? Want naast de opleiding zou het voor mij ook heel handig zijn. Nou, dat is misschien meer jouw werk, Len, trouwens. Dat je ze een beetje meegeeft hoe je een beetje normaal met je geld om moet gaan. Naast dat jullie contract kregen. Dat is wel een onderdeel inderdaad van, je probeert de jongens wel goed te adviseren. En ook hoe je met je geld om moet gaan. En wat is daar de gouden regel? Niet alles uitgeven. Ja. Nee, laat die flessen nou staan in de club. Laat flessen laten staan. En ja, dan ben je een goed voorbeeld. Ja, nee, dan kunnen ze voor mij nog wel wat leren. Nee, maar het slim investeren. Die jongens verdienen een hoop geld op jonge leeftijd. Ja, daarin moet je ze wel adviseren. Want ja, als je in één keer heel veel geld krijgt, het is mooi om het uit te geven. En dingen te doen die je altijd al willen doen. Maar ja, je moet er kijken naar later. Dat is ook een beetje onderdeel van het probleem, denk ik. Dan weet je normaal gesproken, als je denkt voor jezelf, als ik veel geld zou hebben, wat zou ik ermee doen? Met wijn is het heel erg andersom. Je doet eigenlijk al wat je wil doen. En dan heb je, in één keer word je er heel erg rijkelijk voor beloond. Dan moet je daarna gaan verzinnen wat je er. Voor die jongens die verdienen, weet ik niet hoeveel per week. Ja, dan moet er normaal iemand een jaar of nog veel langer voor werken. Dus ja, als je dan op jonge leeftijd zoveel geld, het is lastig. Ja. Maar zitten dan bij jullie bijvoorbeeld ook financieel adviseurs? Of ja. Oké, dat is nog een onderdeel bij jullie? Ja. Okay. We willen gewoon een team om zo'n speler heen bouwen. Van alles. Dus ook een financieel adviseur. Hoe was dat bij jou in je carrière?
Sorry, wat? Had je ook een financieel adviseur? Nee, ik zat even te denken. Ja. Nee, ja, ik heb het zelf eigenlijk wel geregeld. Okay. Dus, ik had ben je zelf... er tevreden over nu? Ja, ik heb het wel... financieel had ik het wel goed geregeld. Okay. Dus eigenlijk ook niet meer uitgeven dan je verdient. Okay. En ik ben het helemaal met jou eens. Weet je? En als de situatie verandert en je verdient niet meer zoveel... Ja, en wel blijft uitgeven, ja, dan krijg je op den duur een probleem. Ja. Had jij in je carrière een zakenondernemer als Mino Raiola willen hebben? Weet ik niet. Die kwam niet bij mij in ieder geval. Nee, had je hem gewild? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ja, apart. Ik ken die man niet. Ik weet niet hoe hij met spelers omgaat. En ik ken alleen het beeld wat ik via de media binnenkrijg. En dan denk ik van, die man die brengt wel spelers heel snel naar het buitenland. Heel snel naar andere clubs. Ik denk van, is dat wel verstandig? Goed, ja. Weet je. Maar misschien moet je het meestellen als zou je, zeg maar, je reputatie als speler... wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, op het spel zetten... Ja. Voor het financiële gewin wat een zakenwaarnemer als Raiola voor je eruit zou kunnen halen. Ja, nee, maar dat is ook... Je hoorde nu vandaar waarschijnlijk die vraag met Justin Kluivert. Ja. Wel verlengen, niet verlengen, naar het buitenland. Weet je, dat is best een lastige discussie. Want misschien, het kan maar zo zijn dat hij, dus Raiola, zegt van... Ja, weet je, het is verstandiger dat je misschien nog 1 of 2 jaartje blijft bij Ajax. Maar misschien zegt Justin Kluivert wel van... wat denk je zelf? Ik kan naar Manchester United of ik kan naar Barcelona. Ja. Dat is, weet je, in het verleden hebben we dat met Royce en Drenthe gehad. Hè? En ook op jonge leeftijd naar Real Madrid. Ja, is het verstandig, is het niet verstandig? Ja. Uiteindelijk bepaalt de speler, lijkt mij gewoon... Zo moet het wel zijn, ja. Zo moet het wel zijn. Heeft Moreno het gewoon naar PSV gebracht, volgens mij. Terug, ja. Maar naar PSV, ja. Ja, vanuit Espanyol. Ja, omdat hij juist een keer Champions League wou spelen. Dat was een beetje de kampioen worden. Dus misschien is het inderdaad ook wel zo dat hij veel meer kijkt naar wat de speler wil. En niet zozeer dat hij daar echt een mening over heeft. Maar op het moment dat hij te horen krijgt van ik wil gewoon een dik contract. Dat hij op die manier een onderhandeling ingaat. Want hij zorgt wel voor een dik contract, denk ik. Dat denk ik ook wel. Maar hij heeft ook meerdere jongens naar PEC Zwolle gebracht. Terwijl ik denk van, was hij boeiend en op huurbasis. Gustavo Hebbling volgens mij ook. Ja. Dus het kan best wel zijn dat die jongens hebben gezegd van we willen spelen. En dat hij dan zegt van, ik ben wel goed met PEC Zwolle. We kunnen daar wel een keer op gesprek gaan. Onze Feyenoord-watcher weet dat waarschijnlijk wel. Niet gelijk wakker worden, Jean-Paul. Nee, het is Jan Bavink. Maar nee, dat was met Vilena, toch? Vilena, hij wilde Vilena weghalen naar het buitenland. Maar Vilena wilde ten koste toch doen blijven. Ja. Maar dat had toch iets andere oorzaken? Nee, maar dat was voor de ziekte van zijn moeder, zeg maar. Dat, zeg maar, bij het eerste contract, die onderhandelingen. Ja, bij Vilena sowieso geen. Dat heeft ook nog een keer Engelse zakenwaarnemerschap, volgens mij. Nu zijn vader toch gewoon. Ja. Oh, of je de microfoon aan wil zetten. Hij stond aan, maar dan gaat hij blijkbaar ergens anders. Engel, ik er even mee. Ja. Dankjewel. Maar ik weet het verhaal van Raiola en Vilena helaas niet. Die hield hem niet op een andere vraag. Oké, maar ja, het is voor jou als Ajax-ziet. Wat vind je? Moet die verlengen of niet, Justin? Ik denk dat de inzet puur alleen als je wil bijtekenen in ruil voor het best, dat je de best verdienende Ajax-ziet bent. Niet echt passen bij de prestaties van dit seizoen. Dus als ik Ajax was, zou ik daar niet mee akkoord gaan. Dan laat je hem gewoon gaan? Dan laat ik hem gaan. Okay. Want je ziet niet de potentie die hij nog kan behalen? Ik zie zeker wel potentie in die jongen. Maar ik heb zoiets van... De inzet strookt een beetje met wat ik dit seizoen heb gezien. Ik vind dat het heel wisselvallig is bij hem. En ik denk dat hij dit seizoen, als je gewoon puur gaat kijken naar de lange termijn prestaties van de selectiespelers, dat hij de top 5 niet haalt. Met wie we dit seizoen hebben gespeeld. En dan zullen er daar geheid een paar van vertrekken. En moet Ajax dan door het plafond heen, wat ze volgens mij hebben moeten doen voor Klaas-Jan Huntelaar. Dus iemand die nogal wat op zijn cv had. Moeten ze dat dan ook voor hem doen? In ruil van dat het misschien dan over 2 jaar wat meer oplevert dan dat hij nu zou doen. Weet ik niet of je die gok moet nemen. Zijn jullie, Kluivert, nog een jaartje in Nederland blijven? Of dan toch maar laten gaan? Ja, als ik Kluivert was, zou ik inderdaad gewoon in Nederland blijven. Lijkt me ook verstandig, ja. Ja, ja, ik vraag me ook af wat hij bij United nu gaat doen. Nee, letterlijk niks. Depay ging als veel... Nee, was de beste die speler was veel van de Eredivisie. Verder, veel verder en die heeft het verder van gered. En zo zijn er nog wel tig voorbeelden. Nou, dat is natuurlijk in het voetbal niet te voorspellen. Dus dat, je weet het niet zeker, maar het zijn niet de allerbeste ingrediënten, denk ik. Maar ze hebben er ook een paar op de flank, hè, bij United. Ja, maar een ploeg waar Martial niet aan de bak komt. Nee, precies. Ja, dat kunnen ze ruilen. Vilena, dat mag wel, trouwens. Brak van me in 2014 met Raiola. Omdat Vilena wilde niet weg. Die wilde gewoon verlengen. En Raiola wilde hem wegbrengen. Oh, joh.
Dus dat kan ook gebeuren. Ja, onder wie wordt Hans Hatenboer eigenlijk bijgestaan? Ja? Dat zou ik zo niet weten. Nee? Want, ik ben zijn hype man natuurlijk. Dat nou ja, hoeveel procent dicht je jezelf toe dat hij nu in Oranje speelt? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar... Nee, maar... Jij bent de hashtag begonnen, toch? Ja, technisch gezien niet. Technisch gezien is het Leo Wassing geweest. Oké, de hashtag? TV Drenthe, maar die heeft de hashtag Hans in Oranje. Ja. Ja, nee, ja, goed, ik ben FC Groningen supporter en ik ben daar niet heel erg geheimzinnig over ook. En als ik bij Groningen goede spelers zie, dan vind ik het wel leuk om dat ook te benadrukken. En dat heb ik eerder met Virgil van Dijk ook al gehad, waarbij als je hem elke week ziet, destijds eigenlijk al bij Groningen was het heel duidelijk van nou, deze is veel te goed voor dit niveau en kan waarschijnlijk ook wel nog wel een niveautje hoger dan de Nederlandse top. Alleen dan moet je zo'n jongen wel waarschijnlijk elke week zien voetballen. Met Hatenboer was het ook wel een beetje zo, maar de charme van Hatenboer is ook wel meer dat hij in zijn eerste wedstrijd meteen een rode kaart pakt en een assist geeft. Dat is een RKC thuis? RKC uit, geloof ik. Oh, was mijn vader nog trainer? Was het bij RKC of bij Groningen? Bij RKC natuurlijk, RKC. Ja. Bij Groningen is geen trainer. Maar wie vind je nu van Groningen dan, die stappen zou kunnen maken? Ja, Juninho Bakuna is voor mij nu wel het grootste talent. Niet Litsi Doan? Maar die gaat niet in Oranje komen, Niel. Nee, maar het grootste talent. Ja, dat vind ik wel een formidabele speler. Jullie waren bij een wedstrijd, volgens mij, afgelopen zomer. Toen zei Jan zei al van, ah, dat is er wel eentje. Nou, ten eerste instantie komt het er niet helemaal uit. Maar ik vind nu, het is een beetje... Ik denk sowieso, bij als je kijkt naar Groningen, het is best wel een talentvolle selectie. En op het middenveld zijn er best wel veel mogelijkheden. En als je nu Juninho Bakuna zou verliezen, en ik vind misschien niet... hij is misschien nog niet gepolijst genoeg, maar als je kijkt wat hij allemaal kan... Zeker. Dan zit daar heel erg veel in. Maar dan heb je Ludovic Reis er nog achter, die qua druistigheid zeg maar een beetje meer het type Bakuna is. Van der Looy is meer een speler met wat meer rust, die een beetje kijkt van wat die doet niet wel heel veel fout, hè, Van der Looy? Nee, maar dat is ideaal, want je hebt daardoor een balans op het middenveld. Dus in dat opzicht denk dat er best wel, het is best wel een interessante groep. Maar het gekke is toch van Groningen, Jan en ik waren, VV Annen was het toch? Ja, volgens mij wel. Wij waren daar, een paar dingen viel op. Het interview met Litsi Doan afloop. Die kon geen woord Engels. Nee, die zei yes, yes. Hans Nijland die niet meer nuchter voor onze camera stond. Lars Veldwijk, dat verhaal inderdaad. Hadden aan Ron Jans en Ron Jans was eerder die week met Ernest Faber naar Noorwegen gevlogen om Lars Veldwijk binnen te halen. En die zeiden voor de camera dat het om Lars Veldwijk ging. Toen heeft eerst de voorzitter gezegd, jij zegt wel Lars Veldwijk, maar ik ga die naam niet bevestigen. Toen zei ik, ja, dat heeft net Ron Jans en Ernest Faber wel gedaan. Oh, dat was niet de afspraak dat we dat zouden doen, maar had daarvoor denk ik wel wat biertje op zijn. Maar wij dachten vooral, Jan... Top 5, top 6 moet kunnen met dat Groningen. Echt een redelijke selectie. Ja. Hoe opvallend is het dat Groningen van Nief zomaar laat gaan? Ja, dat... Kijk, ik zie niet wekelijks spelen zoals jij, maar ik vond dat echt een jongen voor de club waar hij speelt, echt bovengemiddelde traptechniek. Nou, dat sowieso, hij heeft de gouden linker. Maar goed, ik vind het wel wonderbaarlijk dat het op een of andere manier nu alweer over Groningen gaat, want verwijt krijg ik wel vaker. Alleen maar leuk, maar, toch? Nee, ja, zeker. Nee, maar het is, wat je zegt, zijn trap is echt onvoorstelbaar. Dat is, als je hebt nog wel vrije trap van hem bij het tweede destijds, staan nog wel op YouTube en dat soort dingen. Waarbij hij van 35, 40 meter die bal strak in de haak gooit, dat gaat er nergens over. Maar wat bij hem lastig is dat hij, zijn handelingssnelheid is waarschijnlijk net iets te laag als hij onder druk komt te staan. En zonder bal ziet hij het vaak wel, ik vind zijn positionering dat op zich ook wel goed. Alleen de reden dat hij denk ik als middenvelder niet heeft gered is dat op het moment dat een tegenstander hem bewust onder druk gaat zetten, dat het linkerbeen niet meer waard is wat het wel is. Dat is dan met situaties. En wat is jouw binding met Groningen, Arjen? Ik ben er geboren. Dus ik heb mijn debuut gemaakt in betaalde voetbal. Dus, en mijn familie woont daar nog. Klopt je hart nog harder voor FC Groningen? Nee, dat niet meer. Nee? Nee, daarvoor ben ik te lang weg. Hoezo? Ik woon denk nu al 14 jaar in Nijmegen. Okay, ja. En ben ik dus meer betrokken geraakt bij NEC. Ja. Dan dat ik nog echt band heb met FC Groningen. Wil je tweede club of niet? Sorry? Wil je tweede club? Niet echt. Ja, op dit moment heb ik maar één club aan. Dat is... Dan ben ik voor NEC. Dus als ik een club moet doen... Dan gaan we het zo denk ik nog uitgebreid over. Waarschijnlijk wel. Nee, maar dat is gewoon zo. Of ik Groningen heb. Ja, zeker. Opa natuurlijk. Opa, volgens mij Koeman. Oom.
Je hebt je eigen tribune daar, Len. Ja, dat kan niet veel mensen zeggen natuurlijk. Nee, maar... mooi om te zeggen, ja, tribune. Ja. Nee, maar de grootste liefde Groningen voor jou? Grootste liefde. Ik ben wel Feyenoord supporter geworden toen mijn vader daar trainer werd. Ja. Daarvoor was het wel PSV, omdat ik daar ook voetbalde. En, maar toen ik eenmaal in de Kuip kwam, en ja, dat was iets anders dan ik had het meegemaakt bij andere clubs. Ja, maar ik denk niet dat je ook ergens anders die sfeer gaat. Dat is trouwens wel jammer, hè, bij Groningen. Zeg maar, toen ze net overstapten naar de Euroborg, was er zo'n fantastische sfeer. Ja. Ja. En nu, ja, dit seizoen, ik denk dat het ook een diepte-record is geweest qua toeschouwers, toch? Ja. Ja, dat lijkt er helemaal uit. De waterkant dan weer boven bij mij. Mooi. Gooi het er maar in. Gooi nu een titel. Janik, start maar titel. Nee, maar nee, dat is zo. Ja, het is gewoon echt dramatisch veel lager. Maar het is ook wel hoe dat een beetje volksaard, denk ik. Daar kunnen jullie wel over meepraten. De Groningers zijn niet over het algemeen heel erg op eenzelfde manier trots als dat je bij 50 ziet met een club. Ja. Als het dan slecht gaat, ja, dan valt het helemaal weg. En dat is de afgelopen jaren een beetje gebeurd, denk ik. Kees Kwakman zegt altijd, FC Groningen waren de supporters de meest kritische waar hij gevoetbald heeft. Die man heeft ook in Volendam gevoetbald. En daar zijn ze nooit blij. En vooral de Volendamse kermis. En ook vooral een onrealistisch verwachtingspatroon vaak. Van dat Groningen jaarlijks in de top 5 moet spelen. Dan denk je, ja ik snap het. Ze hebben natuurlijk mooie jaren. Ik weet niet of dat het is. Maar onder Van der Looy, hè? Van der Looy hebben ze qua prestaties best goed gedaan. Hebben ze de beker gewonnen, play-offs gehaald. Play-offs gewonnen voor mij zelfs een keer, toch? Ja. Maar die werd echt... Met pek en veren gestuurd, ja. Ja, maar het punt is een beetje dat wat een Groningen supporter over het algemeen... En ik ben niet de typische Groningen supporter erin, hoor. Maar wat er veel wordt verwacht is gewoon wel een bepaalde strijdlust. Er gewoon hard opklappen, echt strijdend ten onder gaan. Op de ver. En misschien nog wel, ja precies. Ja. En misschien nog wel het meeste nadruk op het ten onder gaan. Want dat hoort er. en juist die succesvolle periode, dat heeft inderdaad gewoon een onrealistisch verwachtingspatroon geschept. Alleen... De grap daarin is ook dat het team dat destijds zesde werd, vijfde werd, onder volgens mij onder huis 60 geworden. Het speelde best goed voetbal, had je die Zontaric daar, een paar andere voetballers, gewoon mooie voetballers. Ja, dat is niet waar de gemiddelde supporter zich dan mee identificeert. Nee, dat is waar. En als je kijkt naar de tijd van de Looy, ja, tactisch zat het wel aardig in elkaar. Er liepen wel aardige spelers rond. Alleen Jérôme Cherrie werd vooral populair toen hij... echt het hele veld ging bestrijken. En niet zozeer toen hij creatief mooi voetbal liet zien. Nee. Dus het is ook wel een beetje... Ik heb me altijd wel, als ik ben gewoon... Ook het beleid qua trainers, het gaat wel echt van links naar rechts. Ja, toch? Zeker. Voor mij is er geen grote contrast aan Cowboy Maaskant... en gewoon de introverte Van der Looy. Toch? Wel altijd Nederlandse trainers. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Lodewijk is een beetje... mag je toch... wel een Nederlander noemen bijna. Ja. Maar dat vind ik altijd zo fascinerend. Want nu komt er weer Danny Buijs. En dat lijkt me dan ook niet echt een type Faber. Nee, maar ja, die was toch een heel populair. Ja. Bij een groot gedeelte. Overigens hoorden we in de wandelgangen naar Utrecht-Groningen... Dat het misschien nog maar een half jaar duurt voordat Nijland daar nog zit. Zeg maar dat die wel aan... Maar jij hebt niet iets in die wandelgangen ook gehoord? Nee. Okay. Nee, omdat er toch wel de sponsors en zo vinden dat het nu wel tijd is voor vernieuwing. En dat hij altijd terugvalt op zijn vriendjes. Dus nu met Jans, maar ook iemand terughalen die vroeger populair was. Ja, maar het is ook heel moeilijk. Je hebt nu, zoals de setup nu is voor komend seizoen... dat is niet per se qua mensen op welke posities... maar qua de mensen die er zijn, heel erg vergelijkbaar met 10, 12 jaar geleden. Met Jeltema nu ook weer terug. Jeltema erbij, ja. Danny Buijs, Ron Jans, dat soort jongens. Alleen het stom is wel, ja, Ron Jans destijds als technisch directeur... leek iedereen een heel goed idee. En dan kom je erachter dat de hoofdtrainer zijn... toch iets anders is dan technisch directeur zijn. Ja. En dan roept iedereen, ja, dat hadden we aan moeten zien komen. En dit is geen functie om dingen te leren enzovoort. Ja, het is ook heel moeilijk. En ik denk over het algemeen, mensen onderschatten ook wel... hoe moeilijk het is om zoiets te runnen en goede beslissingen te maken. Want Doan noemen jullie als voorbeeld. Als je kijkt dat hij vooral op een toernooi is gescout... waarvan je denkt van... hey, dezelfde leeftijd, dus je weet niet wie daadwerkelijk doorgroeit, je weet niet hoe hoog het niveau over het algemeen is, kan je een speler op zo'n toernooi enkel beoordelen. Maar zouden ze hem op één toernooi hebben beoordeeld, denk je? Hebben ze volgens mij zelf gezegd. Ja? Ja, maar het pakt het wel uit, gok, dus het is een goede beslissing. Ja. En als het slecht uitpakt, ja, slechte beslissing. Dan toen, jij liep ook op dat toernooi rond, ja, daar heeft niemand het meer over. Nee. Dus het is ook wel echt heel moeilijk om dat goed te doen. En
Ze hadden hem ook gehuurd, hè? Dus dat is ook nog. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe groot het risico is geweest. Ik weet niet wat de huursom is geweest. Dus, dat viel wel relatief wel mee voor mij. Ja. En nu, ja, 2 miljoen, hè? Wat ze gaan ze nog wel geld aan verdienen aan de jongen. Ja. Ja. Arjen, wie is nou de beste veldtrainer uit je carrière geweest die absoluut nooit hoofdtrainer had moeten worden? Veldtrainer. Vrij ingewikkelde vraag, Niel. Moest ook even denken. Ja, dit, ja. Jan, jij snapt hem, toch? Ja, maar ik vind het wel een moeilijke vraag die je stelt. Ja. Nee, maar je hebt wel eens hele goede veldtrainers gehad, ja. Toch? Denk ik. Die de trainingen deden, maar niet voor de groep stonden. Ja. En wel eens mensen die voor de groep stonden, waarvan je dacht, ja, die moeten eigenlijk niet voor de groep staan. Die moeten lekker gewoon alleen op de achtergrond een beetje werken. Nou ja, kijk, als je hem zo stelt. Kijk, ik heb Johan Neeskens gehad bij NEC. Johan Neeskens was echt een fantastisch mens. Echt, maar voor de groep, hij was niet zichzelf. Dat merkte hij aan alles. Weet je, we hadden het net voor de uitzending even over de trainer van de NEC. Hè? Dus dat achter zijn rug. Hij valt bij Len Koeman. Met een kater bij Len Koeman valt hij. Lekker zeg. Achter zijn rug wordt hij een beetje voor de gek gehouden, weet je wel. Tenminste, daar is sprake van. Dat was bij Neeskens, gebeurde dat op den duur ook. En dacht van ja, daar heeft deze man iets te veel voor gepresteerd. En alleen hij was niet zichzelf. En hij is daarna volgens mij ook niet echt meer hoofdtrainer geweest. En misschien nog ergens in Afrika dat hij hoofdtrainer was. Was hij niet een goede veldtrainer? Waar was hij bij? Oranje. Ja, toch? Barca, ja, nou ja, precies. Barca ook, ja. Assistent van, weet je wel. Dus waarschijnlijk van Hiddink, toen met Rijkaard. Dus ik denk dat je geworden met hem, toch? Ik weet niet of je er toen speelde. Nee, toen net daarna kwam ik. En toen ging het. Ja, uiteraard. Eerwaarste spiraal. Story of my life. Nee, ja, dat klopt. Ze zijn 50 geworden. Maar weet je, dat had denk ik, wat ik toen heb begrepen van die spelersgroep, meer te maken met de ervarenheid in de spelersgroep dan met Neeskens. Eigenlijk hetzelfde wat ooit bij NAC nog steeds mensen zich afvragen. Met Ernie Brands. Dat ze ooit derde zijn geworden. Ah ja, precies. Toch? Was Ernie Brands nou goed? Of was het gewoon precies, die spelersgroep? Ja, vergelijkbaar. Ja. Maar weet je, iedereen ging wel door het vuur voor Neeskens. Tot op zekere hoogte, maar op den duur was het uitgewerkt. En toen dacht ik van ja, sneu. Maar is het uitgewerkt nu al na een half jaar met Pijn Leinders? Geloof je dat? Nou ja, als ik de verhalen hoor dat hij niet meer serieus wordt genomen. Maar wat, echt gewoon dat de spelersgroep hem gewoon links laat liggen eigenlijk? Ja, nou ja. Dan word je niet meer serieus genomen. Dan is het uitgewerkt. Nee, dat is wel een definitie van niet serieus genomen. Dan is het uitgewerkt. Jeetje, ja. Man. Nee, ja goed. Ja, de NEC heeft daar wel een gok genomen. Hè, door zo'n jonge trainer aan te stellen. Ja. Wat was jouw eerste gedachte? Ik vind het zo raar dat je iemand kan aanstellen waar je feitelijk als hoofdtrainer niks van weet. Die op gesprek komt en die in dat gesprek niet veel anders zal zijn dan dat hij nu voor de camera's van Fox is. En dat je het dan gooit op het feit dat Klopp lovend over iemand is geweest. Ik vind het echt met terugwerkende kracht een hele stomme aanstelling. Is dit het enige, de basis van hoe zij hem aangetrokken? Wat nog meer dan? Nou, het kunnen toch zijn dat ze naar Liverpool zijn geweest, hoe hij met de groep bezig is, hoe hij traint daar. Welk doel die heeft, dat ze uren met hem hebben gesproken over, hè, dit is wat we met NEC nu doen, dit is, hè, waar we over een half jaar willen zijn, dit willen we over 3 jaar zijn. Wat zijn jou daar ideeën van? Ja. Nee, maar ik bedoel, kijk, als het echt zo is, dan is het natuurlijk echt bespottelijk, als het op die basis van die hebben gedaan. Maar ik denk gewoon dat het nu weer gewoon uiteindelijk slecht gaat uitpakken, want dit herstelt zich niet. Wat Arjen terecht zegt over zeg maar, serieus genomen in een groep, dat draai je niet terug. Of ze moeten volgend seizoen beslissen van, we blijven aan de trainer trouw en flikken iedereen eruit. Nou, dat zal niet gebeuren. Dus je gooit ook weer een heleboel deuren dicht voor andersdenkenden, doordat dit weer fout is gegaan. Ja. En ik vind dat er heel weinig argumentatie was om het wel te proberen met hem. Maar ik denk dat ze hem gewoon laten zitten. Want ja, volgens mij, wie zitten daar over? Sier en Van Schaik, die hebben we natuurlijk binnengehaald. Ja, als je hem nu wegstuurt, ja, dan ben je zelf ook niet meer geloofwaardig, toch? Ja, dus. Ja, maar dat weet menig een in de voetballerij wel te spinnen, toch? Van ja, sorry, nek uitgestoken, we hebben het geprobeerd. Dat is per ongeluk. Sterk nog steeds. Denk je dat NEC het gaat halen? Nee, ik denk van niet. Nee? Ik denk het ook niet. Nee, ik heb ze tegen Dordrecht gezien uit. Dat sloeg echt helemaal nee, maar weet je dan, in theorie hadden ze nog een kleine kans. Hè? Dus als ze met meer dan 3 doelpunten verschil zouden winnen en dan moest Fortuna gelijk spelen. Maar ja, goed, het is een kans. Maar als je dan die wedstrijd ziet, dan denk ik van, nou, die geloven er totaal niet meer in.
Maar dat heb ik ook gehad tegen Jong Ajax. Ik was viewproducer bij die eerste of tweede keer. Met een herkansing ook. Beide keren. Ja. Dus de eerste keer ook in de rust kwam Nalban Toglu, die is teammanager bij NEC. Die komt daar met, hij zei, die jongen is toch geschorst? En wij krijgen ook altijd wedstrijdinformatie. En dan stond hij inderdaad bij ons als geschorst. En toen liet de teammanager van Ajax liet mij die brief zien van de KNVB, waarin stond van, dat hij vier gele kaarten heeft gehad. Dus dan ben je nog niet geschorst. Dus ja, dat was een hele rare situatie. Maar je speelt elke wedstrijd om het kampioenschap. Maar dat zag ik totaal niet terug. Nee. Dan krijg je nog een herkansing tegen Jong Ajax. Dan denk je, nou, nu klappen we er toch op. Ja. Ja. We hebben een uur tegen 10 man gespeeld, toch? Bij Dordrecht. Ja. 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 Langer net na die 1-0 of zo kreeg Dordrecht. Volgens mij na 20 minuten of zo. Ja. 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 Dan komen ze 2-0 achter. Nou, rust denk ik. Nou, hè? Het gaat nog wel, maar uiteindelijk... Ja, 2-2 was het, bloed een beetje dood. Dus, ja. Goed, als het gaat echt zo? Dus nou, nee, het gaat niet echt zo. Het gaat meer, ja. We in één wedstrijd, een 2-0 achter tegen Dordrecht. Ja, 10 minuten scoor je weer 3 keer. Ja. Dat is ook wel een beetje de andere kant. Er zit best wel veel, helemaal voor Super League begrippen, best wel veel aanvallende individuele kwaliteit. En het was wel tegen Dordrecht dat ze meer moesten scoren. Dat wisten ze eigenlijk van tevoren. Dus misschien speelt dat dan ook nog wel een beetje een rol in die specifieke wedstrijd. Ja, hoe is het eigenlijk met Kadıoğlu? Waar natuurlijk vorig jaar iedereen zei van het zou verschrikkelijk zijn als hij de Super League in moet. Wie? Kadıoğlu. Die gaat nu naar Feyenoord. Maar hoe speelt hij? Oh, is het een nootje? Ja, Feyenoord-watcher roert zich hier. Kuiptalk, alomgeprezen Twitter-account. Die melden dat Feyenoord in ieder geval in gesprek is. Dan gaat tussen Gal, het gaat tussen Galla en Feyenoord, toch? Dat lijkt me niet, want dat zat hij nou in Istanbul. Maar... Dat denk ik ook wel. Maar ja, het is vooral Groeneveld, toch? Waar het echt over gaat bij NEC. Ja, maar ik vraag naar Kadıoğlu. Ja, dat is dus minder dan Groeneveld. Ja, nog steeds... hele goede voetballer. Alleen ja, ook als je hem nu ziet voetballen, dan denk ik ja, dat vind ik altijd het meest pijnlijk om bij dat soort ploegen te zien. Het straalt helemaal niks meer uit. Ook geen plezier of iets. En dan daar schrok ik van als ik kijk. En ik zei echt vaak gedaan dit seizoen als veel producer moeten werken. Ja, dat viel mij het meeste op. Dat er gewoon dat ik denk van God. Je staat eerste of je gaat voor het kampioenschap. Ja, als je elke week naar Telstar en Jupiler, kom op, je wil Eredivisie voetballen. En dan zat gewoon, dat verbaasde mij nog het meeste in. Dat er gewoon niks in zat. Maar als zij het niet halen, dan jij woont in Nijmegen, jij hoort heel veel bij NEC. Dan is die weg, denk je? Denk ik wel, dat hij dan weg is. Hoe zit het daar met de financiële situatie? Binnen hoeveel jaar moet zij terug om het überhaupt nog te redden? Ah ja, weet je, het was wat ik hoor, is het al noodzakelijk geweest om nu echt te promoveren. Dus ze hebben toch wel een financieel risico genomen. Oké. Ja, dus het is maar de vraag. Ja, weet je, er zal wel iemand weer opstaan als ze het niet halen. Je hebt toch altijd zo'n groepje met Boekhoorn en die altijd. Ja, je hebt een groep investeerders bij NEC. Die heb je wel bij meer clubs. En alleen ja, die hebben hun nek al vaak uitgestoken. Ja, dus het is moeilijk om... Houd een keer op. Wat? Het is moeilijk om over Nijmegen te praten zonder steeds nek te gebruiken. Ik had het net ook. En NEC, dat is misschien ook een beetje lastig. Ik bedoel, eigenlijk moet het nu wel gebeuren. Want je weet dat er volgend seizoen een team in de competitie zit met een begroting die 2 keer zo groot is. Ja. Dan moet je bijna weer zo'n beetje... Ja. Jupiler is wel volgend jaar de Graafschap, Cambuur, Twente, En die gaan gewoon promoveren, hoor. Ja, Cambuur. Nou, Cambuur zit wel in de winning. Niemand van de Jupp komt erbij. Roda is Roda wint wel, maar ik Sparta... Weken. Jawel. Nee, man. Het zijn altijd rare wedstrijden, Sparta, hoor. Man. Hey, die ploeg. Ja, maar ja... Voor kijk, dankjewel. Kijk. Super Yannick. Lekker, hoor. Ik lust een sapje. Uiteindelijk met al die huurspelers van de winterperiode. Cambuur en Almere zijn dus door. Dus je hebt zometeen... Cambuur Sparta. Dat wordt de lastige voor Sparta. Dan ben ik echt serieus. Cambuur. En Roda Almere. Nou, ik zie Roda dat wel winnen. Ja, dat wint Roda. En dan wordt het Roda tegen de Graafschap, wordt het, denk ik dan. En dan Emme Sparta is makkie, toch? Sparta erin. Ja. Blijven toch aparte wedstrijden altijd, hoor. Ja. Dankjewel. Nee. Ja, kijk, Sparta zit wel aan de goede kant. Roda is niet lekker, hoor, om tegen de Graafschap. Dat is een beetje lullig, toch? Vroeg als Emmen. Dus ik heb best wel wat van Emmen gezien. Want wel een beetje. En ik ga ook donderdag heen. Even hem aanmoedigen. Maar die voetballen best goed. Alleen,
er zit gewoon niet genoeg scorend vermogen in zo'n ploeg. En dan heb je met Sparta, dan is een eredivisieploeg, maakt zo'n veel verschil. Ja. Die schieten er zo een paar in. Ik bedoel, die hele aanval van Sparta zou waarschijnlijk bij elke Super League-ploeg in de basis staan. Ja, en ik denk wel niks aan de doelpunten maken ook. Nee, ja, ik... Friday helemaal. Ik vind het jammer dat hij het bij AZ niet heeft gered. En dat je hem net gezien spelen is het ook wel enigszins logisch. Maar het is echt een prima eredivisie-spits. Ja, ik had wel verwacht, hebben we het zondag over gehad. Ik had wel verwacht dat hij ietsjes beter uit de verf zou komen bij Sparta. Door gewoon weer vertrouwen en veel te spelen. Een paar mooie goals, maar niet genoeg, denk ik, voor naar de winterstop. Nee, maar op een gegeven moment ging hij niet meer kamer spelen, toch? Ja, dat was ook. Ja. Maar dat had er meer mee te maken. Dat het niet bracht wat ze hoopten, toch? Kramer? Nee, Friday. Kramer ook niet. De eerste wedstrijden. Nee, klopt. Ja, dat is ook lastig voor zo'n jongen. Hè? Op een gegeven moment... Dat was ook een beetje raar. Kramer was natuurlijk al iets te keus. Ja. Want ze wilden hem al hebben. En toen heeft hij gezegd... Kramer heeft gewoon lang genoeg gewacht. Ik denk tot er net genoeg geld bij kwam. En uiteindelijk is dat... Ik ben benieuwd. Roda ben ik wel met je eens. Dat is... En als het alleen al voor onze grote nieuwe vriend van de show, Donny's... Afidjai. Ja, maar het is wel de sleutel achter het recente succes van Roda. Ja. Ik krijg hier een vraag over een proefperiode bij Wimbledon, Arjen. Daar schijn je echt een legendarisch verhaal over te hebben. Dat verhaal ken ik nog niet. Ik ga even voor nou, dan gaan we even, als deze glimlach al... Ik speelde bij Heerenveen. Ik had net mijn contract verlengd voor 3 jaar. Maar ik was geen basisspeler. Dus Heerenveen wilde wel meedenken als er een interessante club zou komen. En toen kwam Wimbledon. Maar ik mocht daarop proeven. En dan vond ik al... Ik dacht van, ja, wil je me nou hebben of niet? Weet je wel. Hoe oud was je toen? Was ik, ik denk 25, 26 zo ongeveer. Toen dacht ik, ik voelde me een beetje... ik denk, ga wel, maar op stage. Ik denk, ja... Nou ja, vooruit maar. Maar als je een contract voor 3 jaar net getekend hebt, dan is de noodzaak was er niet echt zo voor mij. Dat ik dacht van, nou ja, het is leuk, maar ach ja, als het niet doorgaat, dan is het ook prima. Dus, en ik ben eigenlijk een speler die het echt van de mentaliteit moet hebben. Dus eigenlijk alles moet geven, alles ervoor opzij zetten. En dus ik ging eigenlijk met een verkeerde gemoedstoestand richting Wimbledon. Ja, dat liep totaal uit de hand. Want? Dus het trainingsveld heb ik wel gehaald, maar ik vond het 's avonds ook wel leuk in Engeland. Maar, vertel, hoe ging dat? Nou ja, hoe ging dat? Dus ik trainde daar. Ja, gewoon, ik moest me melden. Ik werd niet opgehaald op vliegvelden. Nou ja, dus het zat eigenlijk allemaal niet lekker. Dus en toen dacht ik van, nou ja, ik ga wel trainen. En dan 's avonds moest ik zelf een hotel regelen. Ik vond het allemaal, het was gewoon slecht geregeld. En toen... was ik dan ook zo dat ik dacht van, nou, zoeken jullie me lekker uit en ik vind het wel goed. Achteraf gezien, dus ik denk van, ja, dat heb ik toch niet zo slim aan. Toen ben je gewoon, je was op stage en toen ben je op stap gegaan. Nou ja, ja, eigenlijk, daar kwam het wel. Ja, dat is het gewoon eigenlijk, Leo. We kunnen er lang en kort over praten. Ah, linksom, rechtsom. Ik had wel getraind, dus ik heb nog wel getraind, maar ik ging s'avonds dan ook gewoon op... En de volgende ochtend ook gewoon trainen? Ja, dat wel. Ja, ik moet zeggen, dat kon ik wel. Alleen, ja, weet je, heel handig is het natuurlijk niet. Maar die financiële verschil was toen natuurlijk ook veel kleiner, of niet? Ja, weet ik niet. Daar zijn we niet eens naartoe gekomen. Dat was wel zo. Het is niet zeg maar nu dat het soort van lot uit de loterij is als een championship ploeg. Nee, precies. Toen First Division? First Division was het. Nou goed, ja. Weet je. Ja, het kan verkeren. Er zijn een paar van die League One legends ontstaan vanuit Nederland. Ja, ze zijn niet veel later failliet gegaan, dus ik weet ook niet of je geld had gehad. Nee, ja. En David Connolly speelde daar toen, die eerst hier nog had gespeeld. Best verdiende speler van de Eredivisie toen bij Excelsior, toch? Op huurbasis. Ja. Feyenoord, dik contract. Ja. En dan denk je, weet je wel, dan denk ik van, ik had wel eens tegen hem gespeeld. Dan denk ik van, nou goed, misschien vangt die jongen me een beetje op, want je komt er toch alleen. Het is al niet prettig, geen weet je wel. Hier. Nee, ja, dat was een droplul was dat. Hè. Ja, serieus. Dan denk ik van, ja, weet je, ik stel me nog netjes voor. Ja. Tegen gespeeld. Nou ja, zei hij, nou, leuk jongen. En hij ging gewoon weer in het hoekje zitten. En, toen dacht van, heb je het over die tijd over Vinnie Jones of niet? Nee. Was daarvoor? Nee, dat was 1988, niet? Ja, dat denk ik wel. Het is wel begin 90, eind 80, hoor. Ja, echt, joh? Zo lang geleden? Ja, dat is lang geleden. Nee, dus ik ging er gewoon niet goed heen. Het liep allemaal niet. En vandaar dat ik dacht van, ja, dat... Oké, heel mooi. Maar wel gewoon Champions League gespeeld, hè, Heerenveen? Ja. Ook en rood gepakt.
Ja, is er nu een beetje... Nee, ik zit even te kijken. Ik heb een wedstrijdje... Krijg je daar ook een Twitter over binnen? Nee, tegen wie pakt die Giel Rood? Tegen Valencia uit. Oké, okay, je was klaar mee? Nee, twee keer Gerrit, dus het valt nog mee op zich. Okay. Dus, nee, ik was... Maar, ja, dat gebeurde, hè. Okay. Nee, maar werden jullie helemaal zoek gespeeld toen? Nee, bij Valencia? Ja, viel me. 1-1, denk ik. Ik weet niet. Ik nee, je kan het allemaal opzoeken. Ronnie Venema, toch? Ja. Nee. Ja. Ja, Ronnie Veen. Even kijken of je telefoon niet had. Maar keurig. 1-1 uit bij Valencia. En ja, volgens mij, maar dat kun je misschien prima ook zien. Ja? Heeft Valencia in dat jaar misschien nog de finale gehaald ook? Zou dat kunnen? Ja, want die verloren naar Pingels. Dick Jol was scheidsrechter, toch? Ja, volgens mij was Dick dat heeft op drie penalties in het eerste kwartier. Ja. Ja, Dick heeft die heeft het meest gepakt. Het meest gepakt van alle spelers op het veld daar ook. Ja, jullie hebben even kijken. Eentje gewonnen. Vier punten. Nou, eentje gewonnen. Volgens mij Olympique. Olympiakos thuis. Ja. Met gewonnen en uit gelijk bij Valencia. Ja, laatste speeldag, ja. Ja, dat mooi was man. Het wel een mooie groep ook hoor. Lyon, Valencia en Olympiakos. Ja. Ja, en dan moet je nagaan. Want het was natuurlijk heel bijzonder dat Heerenveen de Champions League haalde. En, maar dan hoop je eigenlijk op clubs dat je denkt van met nog meer namen. Ja, ja. Ik weet nog dat Hans Ponk eigenlijk. Destijds bij een interview na de loting zei, maar valt mij wat tegen. Ja. Dat zijn een paar clubs en er komt de Heerenveen ertussen. Ja. Maar Valencia gewoon met Dejan, Zaovic en Mendieta aan de ploeg, hè? Ja. Ja, dat waren toch namen. Ik had tevoren voorbereid. Met wie heb jij shirtjes gedaan dan? Sorry? Shirtjes? Van wie hangen de shirtjes thuis? Ik was niet zo van het shirtje ruilen. Nee? Nee, heel gek. Nee, dus ik heb eigenlijk mijn eigen shirtje gehouden, omdat ik vond het leuker om mijn eigen shirtje met een Champions League logo erop van Heerenveen dan weg te geven aan mensen uit Heerenveen of uit Groningen of aan liefhebbers, dan dat ik dacht van nou ja, ik heb hier een shirtje van, noem ze Mendieta in de kast liggen. Ja, maar had het wel geweten, even. Kan je ook gewoon bij de wedstrijd bij de winkel bestellen, Mendieta achter. Ja, in Champions League met Ebbing achterop heb je niet zo. Nee, die heb je niet, daar heb je niet veel van. Nee. Ja, maar ik vind het wel echt de enige legitieme manier waardoor je er zo naar een loting kan kijken. Van, weet je, dat jullie het als bijzonder ervaren en doe maar zo zwaar mogelijk. Soms heb je Feyenoord of Ajax of PSV die ook er zo naar kijkt. Van, doe maar Real, het is wel mooi om Real een keer te zien. Dan denk ik, ja, kom op jongen, je wilt toch door of niet? Ja. Nee, maar kijk, Heerenveen die doet wel net alsof je... de illusie hebt dat je doorkomt. Ja, ja, tuurlijk. Nee, dat moet je wel hoog houden. Ja. Maar Lyon was toen volgens mij ook pas voor het eerst of tweede keer kampioen geworden, toch? Dit was toen helemaal nog niet zo'n grote club. Drie of zo. Lyon was toch die reeks van zeven, die begon rond... 2000. Ja, precies. Dus toen was het inderdaad van, ja, Lyon, wat moet je daar nou mee? Terwijl vijf jaar later, grote club. Dat is wel grappig genoeg. Maar je hebt ook nog met Marcel Sijp gevoel gehad. Ja. Ken je die? Nou, nee, dat kan jij beter checken of dat verhaal ooit klopt. Dat hij ooit dronk op het veld stond tegen Huntelaar. Heerenveen Ajax. Ja, daar was ik niet bij. Dus ik heb met Marcel... Ik heb het verhaal wel. Nee, maar waarschijnlijk heeft dat wel ergens gestaan. Als ik me goed herinner, maar ik kan het dus nergens terugvinden. Hij heeft ooit een heel openhartig interview gegeven dat hij echt gevlucht is naar Engeland. Omdat hij woonde in Groningen, hè, toch? En daar ging hij uit. Hij ging eigenlijk alleen maar met studenten om. Gokken, zuipen en alles. En dat Verbeek hem twee keer heeft gepakt met zijn smoesje dat hij te laat kwam voor trainen. Ja. Nee, maar dat heeft hij volgens mij inderdaad zelf. Ja. Zelf... Dat was ook wel een beetje publiek geheim. En Marcel, ik heb met Marcel gevoetbald bij Veendam. En toen brak hij door als jong jochie uit de provincie. Maar echt al op zijn 16e zo'n grote bek eigenlijk. En echt geen respect voor ouderen. Toen dachten we van nou... Mag wel een beetje respect hebben, maar goed. Ik toch even aan op de training. Ja, maar ik moet zeggen, hij stond wel steeds weer op. Dus dan een paar schoppen gegeven. Dan zeurde hij ook niet. En later kwam ik het nou weer tegen bij Heerenveen. Hij deed het gewoon hartstikke goed. Eerst bij Veendam en daarna bij Heerenveen. Ja. En op den duur ging ik weg en heeft hij mijn plekje ongeveer overgenomen bij Heerenveen. En toen heeft hij een kroeg gehad in Groningen. Dus hij is gewoon... Bij zijn carrière? Ja, hij heeft een café gehad. Oh, dit zijn toch... Top. Dan ben je toch een koning, jongen. En Gert-Jan heeft volgens mij, die heeft toen gezegd... Ja, maar dat kun je echt niet doen, Marcel. Maar, weet je, er kwam weer dat terug. Ja. Net zoals als wij tegen Marcel bij Veendam zeiden van... Doe nou eens normaal. Dat ging hij er juist tegen in. Dus als iemand tegen Marcel zei van... Kun je beter niet doen? Nou, dan weet je, dan gaat hij het doen. Ja. en alleen hij was zelf op de duur zijn beste klant, denk ik. Ja. Dus, hij heeft vorig jaar nog bij ACV Assen gespeeld. Hij is nu gestopt. Ja.
Maar ik moet zeggen, ik heb hem een tijdje terug weer een hele tijd gezorgd. Maar hij is echt serieus geworden. Toen is hij naar Engeland gegaan en of hij dan gevlucht is of niet. Hij heeft daar een heel project opgepakt met woningen kopen en echt, opknappen joh? voor mensen die niet zoveel geld hebben. En echt joh? Hij is echt een zakenman geworden. Wat tof man. Ja. Ja, wel een legendaris van. Hij, in ieder geval dat verhaal, ook nog herinneren dat hij belde. Ja, ik sta met pech langs de weg. En voor mij is de A7, toch? Ja. Ja, Groningen, Heerenveen. Ja, en voor Beek was op een gegeven moment was hij klaar. Die heeft gewoon de ANWB gebeld. Oh, hallo, er staat iemand langs de weg. Nee, er staat helemaal niemand langs de weg. Ja. Toen was hij dus de Sjaar. En het schijnt dus een keer gewoon dat hij op zaterdagavond is uit geweest. En toen speelde hij op zondag tegen Huntelaar. Een van zijn beste wedstrijden ooit, maar hij had wel gewoon een dikke kater. Hij zegt, ik kan nog gewoon dronken. Dan doe je het de volgende keer weer. Ja. Als het dan beste wedstrijd is geweest. Ja, toch? Ja, toch? Weet ik niet. Sta jij nog wel dronken op het veld? Hoe ben je nog? Nee, ga niet meer met het werk. Ja, de weekenden werk ik. Ja, en als ik dan weet dat ik op zaterdag niet kan voetballen, ja, dan ga ik ook op dinsdag en donderdag niet trainen. Nee. Daar had ik even geen zin meer in. En hoe lang heb je gedacht dat je profvoetballer ging worden? Ik denk een jaar of twee. In welke leeftijd? Toen ik ging naar de jeugd bij PSV, was ik niet goed genoeg. Toen ging ik naar Helmond Sport. En in het begin, toen was ik 16, dan heb je nog niet echt in de gaten van, ik kan misschien wel profvoetballer worden. Maar als je dan met hogere teams mee gaat doen, dan denk je, dan gaat het wel goed. Vanuit de A kwam ik naar bij het eerste. Toen was Jurgen Streppel trainer. En, waarom begin je er nog met haar? Nou, toen ook geen haar. Okay. Dus toen was ik 18, 19. En toen dacht ik van, nu zit ik er wel dicht tegenaan. Een aantal keer op de bank gezeten. En toen scheurde ik mijn kruisband af op een training. Ja. Terwijl ik dacht van, als ik nu kan nu wel een beetje minuutjes gaan maken. En als je op die leeftijd in de Jupiler je debuut maakt, dan heb je nog dromen dat je... Ja. Dat je kan groeien. En daarna nooit meer teruggekomen? Nee, ik heb hem nu 3 keer afgescheurd, dus dat is wel klaar. Ja. Maar af en toe nog een power leakie op dinsdagavond. Ja. 5-5. Wat is Jordi? Nee, ik weet niet. Op dinsdag, dat zitten wij ook. Ja, maar voor mij spelen zij een niveautje hoger. Eentje. Dat weet Eentje ik wel zeker. Kan nog. Dat weet je wel zeker. Nee, maar dat is lekker. Gewoon nog een beetje voetballen. Dat is eigenlijk nog gewoon het lekkerste. Ja, het is allemaal wat minder geworden qua... Ja, speelt je pa nog bij VV 8? Ja, die eerste elftal toch? Nee, nu niet meer. Het eerste, okay. Maar in de derde of in het vierde. Ja, dan, want dat was het verhaal toch? Dat hij toen hij al trainer was. Dat hij als hij tijd had, dat hij wel met 8 meedeed, toch? Ja, toen die bondscoach was in Hongarije. Serieus, moest hij in Budapest zijn? En dan ging hij gewoon, als hij kon, vloog hij op zondagochtend terug. om met 8 te kunnen voetballen. En dan deed hij nog een half uurtje mee, schoot hij een vrije trappie binnen. En dan daarna de kantine in, dronk hij een paar biertjes. En dan vloog hij weer terug naar Budapest. Goed, dat was echt een topverbinding. Ik heb dat ook ooit bij AFC 3 gezien. Toen stonden daar Levchenko en Landsaat, allebei net gestopt. Stonden op middenveld. Ja, buffelen, jongen. Die hadden tegen een van de bierhelftal, wat de avond ervoor nog op stap was geweest, weet je. Ja, die jongens, die wisten niet wat ze meemaakten. Ja. Ik heb het een keer meegemaakt. Toen speelde ik bij Knickerbockers. Daar heb ik 2 jaar gespeeld. Studentvereniging. Ja, ja. Ik speelde vroeger bij Bikwik. Alleen we hadden vrienden die zaten dan bij clubs in de omgeving. En op een gegeven moment wilden we een keer met z'n allen in één team. Weet je wel, de ene wou liever niet naar actief, wat dan Eelde was. En de andere wou niet naar Bikwik. Nee, we gaan met z'n allen daar wel voetballen. Dan kwamen we tegen Romano Sion te voetballen. Zo. Nou, jij begint niet hard te lachen. Ik denk dat je ook wel een paar verhalen hebt over Sion. Ja, Sion hebben we. Ja. Ja, die kon niet meer rennen en zo. Maar die schoot ook 2 vrije trappen binnen. En gewoon een soort van verdeelstation daar op het middenveld. Nou, wij waren gewoon allemaal veel jonger en fitter. Alleen nog steeds werd het 5-5 of zo. Het verschil zo groot. Tuurlijk, ja. Maar mijn vader baalt ook gewoon echt als hij op zondag... Hij moest punten halen voor zijn trainers. Als trainer zijn, dan moet je coach met licentiepunten halen. Ja, omdat hij in Engeland zat, haal die punten maar eens hier in Nederland. Moest hij zich inschrijven voor een cursus. Ja, dat was 2 keer op zondag. Was hij helemaal ziek van, want dan kon hij niet met 8-3 voetballen. Ja, als je een keer met 8-3, met 8-3 wint. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Heel mooi, Chapo. Ja. Hey, maar die Romano Sion, dat is natuurlijk... Ja, sowieso, check het even op YouTube. Romano Sion bij RTV Noord. Met, hoe heet hij ook weer, die... beroemde verslaggever van... Dijken. Nee, van Langs de Lijn uit het Noorden.
Henk Kok. Ja, Henk Kok. Oh, ja. Henk Kok die aan me vraagt over dat kaarten en zo. Dat Romano, die schijnt allemaal geld gestoten te hebben met het kaarten. Maar het loopt bijna helemaal uit de hand in dat studiootje bij RTV Noord. Maar je had dus ook nog een paar goede verhalen over Romano. Nou ja, kijk, ik heb dan met Romano bij FC Groningen gevoetbald. En Romano, ja, weet je, dat is inderdaad een probleemgeval. Je haalt een probleemgeval binnen, maar echt wel een fantastische voetballer. Echt, die kon zulke fantastische dingen doen. Echt, en hij was linksbuiten, dus ook grillig. Dus hij kon 10 wedstrijden, van de 10 wedstrijden was hij waarschijnlijk 6 of 5 echt goed. En die andere wedstrijden, ja, dan had je echt niks aan hem. Vaak ook nog in de topwedstrijden ook. Ja, hij wist wel de wedstrijden uit te kiezen. Ja. En maar Romano was dan ook een jongen, kon niet goed met geld omgaan. Dus op den duur had ze een regeling getroffen dat hij zijn geld bij de directeur op moest halen in een pakketje. En nou ja, dan kreeg hij gewoon weekgeld als het ware. Echt? En toen gingen jullie zeggen, Romano, ja, kaarten? Nee, maar Romano was wel heel slim en sluw. En die had dan ook een kledingafspraak gemaakt. Want dan zei de directeur van, ja, we kunnen hier niet, al die salarissen gaan we niet overmaken. Maar ja, zei Romano, maar ik heb wel kleding nodig. Hè, dus ik moet een beetje chic bijlopen. Dus ze haalde die kleding op bij de kledingwinkel. En dan kwam hij een uurtje later bij mij thuis en zei, moet je een mooi truitje kopen? Ja? Ja, dat was Romano. Dat was echt... Ja, goed, weet je, en geen rijbewijs, maar wel in de auto rijden van de club, weet je, een leaseauto. En dan, die heeft hij ook ooit nog een keer verkocht, volgens mij. Ja, dat was een auto, ja, weet je, volgens mij zijn er wel 4 auto's gestolen. Nee, maar ik doe even Romano's, je moet hem even googlen. Kopen, vind ik erg leuk. Ja, dit verhaal bij RTV Noord. Voormalig FC Groningen speler Romano Sion is opgepakt in Valencia. Hij deed zich voor als scout in FC Groningen en maakte een student in deze rol €6300 afhandig. Ja, ja, ongelooflijk. Ja. Ja, nee, dus... Ja, wat Romano. Ah, jongen. Maar wat doet hij tegenwoordig? Is dat niet terug te vinden? Hij heeft wel echt een carrière. Hey, wij doen hier best wel als spelerspaspoortjes. Ja. Haarlem, Dordrecht 90, Millwall, RBC, FC Groningen, Emmen, Compostela, Vitoria Guimarães, Rio Ave. Ja. En dan Las Palmas. En dan eindigt hij bij het woonwagenkamp in Emmen. WK. Ja, bij hem moet ik altijd aan Zwitserland denken. En dan denk ik, hij is naar Zwitserland. Maar dat is helemaal niet zo. Dat komt gewoon op die club daar, weet je wel. Maar hij is naar Spanje gegaan, ja. Compostela, daar heb Ajax, hoe heet hij nog aan weten te slijten? Gavric. Ja? Ja, volgens mij wel. Okay. Wie is nou een speler waarvan je denkt... Nou, kijk, Sion is nou natuurlijk ook, als hij een beetje zijn hoofd er meer bij zou gebruiken... dan had hij misschien waarschijnlijk gezien zijn talenten nog veel meer uitgehaald. Wie is nou echt iemand die ook echt volgens jou... absolute, nou, niet de wereldtop had kunnen halen, maar nog veel meer uit kunnen halen, maar gewoon veel te veel een levensgenieter was. Want dat had je in die tijd meer dan nu, denk ik, toch? Nou ja, weet je, nu kan je niks meer. Nee. Zeg mijn vader ook wel eens. Ja, en toen vroeg, nu staat iedereen met telefoontjes en iedereen herkent je, filmpje, foto. En je pa is ook wel een levensgenieter, toch? Ja. 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 Het voetbal is ook veranderd, denk ik. Weet je, dus ik vraag me af of je nu ook nog echt 2 dagen in de week op stap kan gaan. Terwijl je, weet je, het voetbal is zoveel sneller geworden. Je moet zo fysiek, er wordt zoveel van je gevraagd. Dat ik denk, ja, vroeger ging het nog wel. Hè? Waren we op stap geweest, dan trainen we nog. En dan, ja, maar ik geloof niet dat ik dat nu nog vol zou af. Nou, nu sowieso niet, maar dat de voetballers van nu... Als je er nu mee wegkomt, dan voetbal je toch eigenlijk gewoon onder je niveau. Maar dat had in die tijd ook gekund, natuurlijk. Hè? Ja. Ja, maar toen was het wat breder. Ja. Dat was het algemene niveau misschien. Weet je, en jouw vraag van welke voer. Kijk, ik weet dat Patrick Pothuizen bijvoorbeeld. Dat schijnt. Of, ik heb daar met een gevoel, maar dat was al aan het einde van zijn carrière. Maar dat was wel een talent. Maar die hield ook van het leven. En Björn van der Doelen net zo. Weet je, dat zijn van die jongens, die genieten ook van het leven. En dan kun je je afvragen, van, ja, zou je misschien, zouden die de wereldtop, weet ik niet, maar zou die ergens in Europa gevoetbald kunnen hebben? Dan denk ik van, nou... Dat is toch ook je eigen keuze uiteindelijk. Ja, natuurlijk. Is ook zo. En je geniet van het leven en je voetbalt en je verdient leuk. Ja, nee, dat is ook zo. Dus, ik denk ook met de voorbeelden die je geeft, dat die niet balend terugkijken of zo. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat is ook niet. Wel belangrijk, denk ik. Ja. En ik denk als Björn van der Doelen op deze manier PSV heeft gehaald, dan zat er inderdaad wel wat meer in. Ja. Want, ik heb vrij recent mogen ontmoeten. Ik heb nou niet het idee dat het de je herkent hem wel? Dat was even 2 keer met mijn ogen knipperen, maar ik, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat hij niet de voorbeeldprof à la nu ooit geweest is. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Ik denk niet dat die jongens terugkijken van wat als. Ik maar. Wat nee, precies. Maar daarom heb je wel een soort van rust in je gemoedstoestand. Nee, maar ja, nee. Ja, en andersom, iemand die het echt het maximale eruit heeft gehad?
die alles voor deed? Ja, die daar alles voor deed. Ja, weet ik. En er niet veel geweest, denk ik. Nee, ja, weet je, het is niet zo makkelijk. Ja, weet je, daar ging je niet om. Met die gasten. Nee, daar ging je niet om. De serieuze doe niet zo serieus, hoor. Doe even sappie, man. Van die jongens die altijd voorop liepen bij het lopen. Weet je, zo'n serieuze die wij hier altijd hebben, zo'n Jan Bavink. Valt mee, hoor. Jij hebt een hele andere band dan ik met Jan. Maar ik vind het wel leuk om iemand te ontmoeten die bevestigd heeft aan mij dat hij inderdaad wel werkt. Ja, ergens. Zeker. Nee, maar dat is bij een beeld wat ik van Jan heb. Dat heb jij weer niet van Jan. Wat? Ik weet dat Jan wel werkt. Alleen nee, niet hier. Precies. Nee, daarom. Ik heb het hier nog nooit gezien. Dus daarom vind ik het fijn dat hoe is Jan als een collega? Nee, ik zit naast hem. Dus ik kan goed in de gaten houden of hij wel werkt. Nee, Jan is echt top om mee te werken. Okay. Harde werker, veelzijdig. Als je met een voetballer zou moeten vergelijken, wat voor een voetballer? Ja, ik heb hem gezien als voetballer op een clubje van jullie. Ja. Hij is beter in werken dan in voetballen op basis daarvan. Maar wat voor een type voetballer is het? Oh, jeetje. Wat is dit nou voor gênante bedoeling hier, Niel? Heb jij deze week... De kijkers vinden het heel leuk. Het is de laatste show voor het seizoen, Jan. Mag ook even over jou gaan. Ja, is goed. Nou, Jan is wel een alles kunnen, hè? In dat opzicht. Als voetballer? Als voetballer. Nu omschrijven als een voetballer. Jeetje. Alles kunnen. Wie is een beetje alles kunnen tegenwoordig? Ja, het is Naby Keita. Is hij een Naby Keita? Noem je er eentje, hoor. Zo, dan zit je Jan wel heel hoog. Heb je niet iemand in de sup een alles kunnen? Anders vergelijken we met Tony. Ik denk dat hij daar wel mee... Ja, Stevie wil hij eigenlijk zijn natuurlijk. Ja, maar ik ben geen Stevie. Stevie, nee. Hij is niet stilistisch genoeg voor een berghuis. Ik vind hem meer een Bottegien. Nee. Gewoon zijn taak doen. Hij valt ook niet op. Hij is creatief. Ja, goed. Bij ons is, dat houdt hij voor bij ons. Zijn er geen filmpjes van? Van Jan? Ja. Ik zorg voor de volgende keer voor een filmpje van Jan aan het werk. Dat komt helemaal goed. Ik zal het een filmpje van jullie waarbij hij... Ik moest even tussen pionnetjes door, Niel. Dat ken je wel, het filmpje. Het is een gênant filmpje. Wanneer was dat? Ja, het staat op Twitter ergens. Met het EK volgens mij. En jij moest door pionnetjes dribbelen? Ja, het is echt heel En je hebt niks gebroken? Nee, ik leef nog. Maar hoe ver stonden die uit elkaar? Die stonden redelijk ver uit elkaar, maar het was nog steeds vrij lastig. Nou, de chat is best wel goed voor je, hoor. Dankjewel, chat. Jan is een type Messi. Prima. Jan is een type Jan Fennegorf Hesseling. Jan is Stevie Wonder. Nou ja, daar kan ik allemaal mee leven. Welk comment is van Joris? Dat is de grote vraag. Ja, nee, we hebben trouwe kijkers, maar van welke Joris? Joris van de Band, collega. Ja, even collega's van elkaar. Maar Nieuw, heb je ook voetbal gekeken deze week? Jazeker. FC Marbella. Ja, FC Scouten daar. Maar daar zitten Russen achter. Die spelen binnen 3 jaar in de Primera, ik zeg het je. Nee, ik zat op een gegeven moment dat ik dacht, dit wordt toch, het wordt er toch niet voor Real, dacht ik. Op een gegeven moment gedurende die wedstrijd, de laatste 10 minuten, ik dacht, hij gaat nu gewoon vallen voor Bayern. En voor mij was het in de 92e minuut, die bal naar voren, dat ze gewoon met z'n drieën voor het doel stonden. En dat, wie gaf die bal? Maar hoe gek was die? Wie gaf die bal? Het was echt een bal tussenin. Had hem moeten leggen op Wagner of had hem helemaal voor moeten leggen op Lewandowski. En dit was echt een... Wil je niet die van Müller die ernaast... Nee, het was een bal die... Was Kimmich, er werd een bal weer naar links gespeeld en toen stonden ze opeens daar. Want de buitenspelval klapte niet. Hoe vreemd waren überhaupt die laatste minuten waarin Bayern alleen maar naar elkaar bleef tikken en niemand gooide hem de pot in. Ik begreep daar helemaal niks van. Maar sommige ploegen kunnen dat niet, hè? Arsenal kan het ook niet, hebben we gisteren gezien. Oh nee, Arsenal was echt pijnlijk die tweede helft. Daar zag je in niks. Als je dat gewoon alle context weghaalt en het niemand laat zien, dan denk je dat het een oefenwedstrijd is. Zo speelde en het was de halve finale van de Europa League. Maar met zo'n laatste lijn kan je nooit iets behalen. Nee. Ook niet met Koscielny. Nee, dat is waar. Maar van Bayern vond ik het wel heel opmerkelijk. Want ja, misschien geen pomp of zuipen, maar het is toch wel gewoon in de laatste 5 minuten dat ze iedereen naar voren brengen. Iemand moest hem geven, maar je kan toch wel een bal recht naar voren schieten. En je hebt er een type voor met Wagner erbij. Om er nog wat mee te kunnen doen ook. Ja, nee, vond ik heel Dat is wel een beetje wat je heel vaak hebt bij dit soort wedstrijden. Wat ik tenminste heel vaak heb bij dit soort wedstrijden. Is dat er altijd een moment komt dat je denkt van ja, waar is Andy Carroll? Eigenlijk wil dat een van die ploegen Andy Carroll inbrengt. En Arsenal was een goed voorbeeld. Want daarvan dacht je wel van ja, je hebt gewoon iemand nodig die oorlog maakt in die 16. Ja, hadden ze. En die was er niet. En dan, ja, die hebben ze eigenlijk, een type hebben ze net verkocht aan, ja, precies. Ja. Aan Chelsea. Ja. Maar Bart heeft dat wel. En Wagner kan het ook. En Lewandowski kan het in principe ook wel enigszins. Ja. Dus je kan best wel gewoon een soort van powerplay proberen te doen. Maar dat deden ze inderdaad niet. Dat was heel opmerkelijk. Ik heb het niet gezien. Ik was bij Dordrecht-Cambuur.
Was ook leuk. Maar een hat-trick van een verdediger, Len. Ja, dat was Almere City. Dat was Almere, ja, klopt, klopt. Nee, ik heb het, dat heb ik niet. Zag jij het fout gaan bij Liverpool helemaal niet meer, toch? Nee, ik heb alleen Real gezien deze week. Ik heb Liverpool wel de doelpunten voorbij zien komen, maar niet de hele wedstrijd. Maar op voorhand niet. En ik denk ook eerlijk gezegd dat Liverpool wel gaat twee winnen. Momentjes toch? Liverpool gaat winnen van Liverpool gaat finale winnen. Ja? Ja. Want? Het is niet helemaal waterdicht, maar ik vind Liverpool echt... Nee, helemaal. Mocht u al uw totootje hebben ingezet, u kunt niet geld terughalen bij deze man. Ik kan niet wekelijks uit mijn nek lullen. En misschien de chat corrigeert hem, maar nu met Michiel tegenover ben ik toch een beetje bang dat ik... Nee, doe maar. Maar ik vind Liverpool wel echt, echt een finale ploeg. En dat zijn, ja, Galatasaray is dat ook. Dat zijn van die, weet je, die gaan ervoor op zo'n dag en dat kan dan gewoon. In principe heeft Real in alles de betere papieren, maar ik geloof wel in de overwinning van Liverpool. Ik vind de aanval van Liverpool completer. Maar wat ik wel echt een probleem vind bij Liverpool... en we hebben het er kort in de app even over gehad eerder. Die keeper blijft een probleem. En tegen Roma zag je het ook alweer. Karius die slaat een paar ballen weg. Ja, Dzeko is niet snel genoeg of scherp genoeg op zo'n moment... om daar de rebound te pakken. Van te profiteren, ja. Maar Cristiano Ronaldo... Leuk, hè? Nee, dat is ook zeker waar. Maar als Roma die penalties meekrijgt, dan wordt het toch gewoon heel lastig voor Liverpool. Want met een beetje druk erop krijgen zij het toch ook gewoon heel lastig. Zeker in zo'n wedstrijd, in zo'n stadion. Je zag al hoe ze in die thuiswedstrijd achteruit begonnen te lopen in de slotfase. Dan heb je fantastische 70 minuten gespeeld. Dan valt er eentje in en dan ben je het gewoon helemaal kwijt. En daar was ik heb wel echt geloofd in een stunt van Roma. Maar dat ze dat nog goed gingen maken eigenlijk in de tweede helft. Als ze het goed hadden gemaakt, mag je wel een stunt noemen, toch? Ja, absoluut. Ja. Hey, de Chance maakt de WK-selectie pas na de Europa League finale bekend, hè? Ja, wat vinden we daarvan? Dat we de voorbereiding van de Franse spelers niet in de weg zitten. Want dat komt doordat Marseille de finale heeft gehaald. Ja. Die zitten er bij Marseille, die mee gaan naar WK. Tof, hè? Payet. Nee. Rami eventueel, nu Koscielny niet weg is gevallen. Ja. Als je te horen krijgt dat je er niet bij zit, alsof je dan... Zou je dan een slechte finale spelen of zo? Beter, denk ik zelfs. Denk je? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is een beetje afhankelijk. Ja, dat ligt wel een beetje aan je karakter, maar ik zou toch willen bewijzen. Dan zitten we minder dan een maand voor het WK. Dat is definitief. Misschien wil die Griezmann niet meenemen, dat hij die jongen niet wil demotiveren. Oh, hier staat Atletico Spits is al zeker van het tikken naar Rusland. Ja, dat volgens AD. Ja. Maar kijk jij alles nog? Nee, helemaal niks. Je weet dat deze week gevoetbald is? Nee, ja, kijk, Jupiler League en Eredivisie kijk ik dan Jupiler League live af en toe. Je gaat altijd naar NEC of gewoon op NEC, tv? NEC, als ze thuis spelen, kijk ik dan. En Eredivisie samenvattingen. Ook niet live? Soms. Dus als ik met collega's een wedstrijdje ga kijken, vind ik het nog wel leuk. Maar Champions League, dat kijk ik. De finale zal ik gaan kijken en toevallig af en toe een wedstrijdje. Maar blijf je niet voor thuis? Absoluut niet. En tijdens je carrière, boeide je wel of ook niet? Iets meer dan nu. Iets meer, maar ook niet super. Nee, dat ik echt alles wilde zien en weten. Hoe is dat voor jou, Len? Kijk jij al alles of niet? Behalve ik als ben heel vaak zelf bij wedstrijden aanwezig. Dan niet gewoon zo stiekem... er komt een wissel aan en dan... Toen Ronald en mijn vader nog in Engeland zaten... als ik dan een wedstrijd moest doen, had ik wel op mijn telefoontje... dat ik die wedstrijd erbij hield. Maar voor de rest... ik hou wel echt alles bij qua scores en dat wel. Maar ik blijf ook niet thuis voor een Champions League wedstrijd. Nou, had je gehoopt dat je pa assistent zou worden van Oranje? Gehoopt. Eerlijk zijn, hè? Ik vind het mooi dat Ronald bondscoach is. Maar ik wist natuurlijk al vrij snel dat mijn pa geen... Wat gaat hij nu doen? Want dat vind ik best gek. Dat eigenlijk niemand in Nederland zie je zijn naam ergens. Ja, bij Groningen is hij genoemd. Maar dat gebeurt elke keer. Hij wil gewoon naar het buitenland. Oh, oké. Dus dat is het. Okay. Want hij wil ook niet als een mooie club in Nederland komt? Nee, ja, daar was hij heel stellig in. Of daar is hij heel stellig in, dat hij naar het buitenland wil. Ja, waar dan? Wat zou hij... Terug naar Engeland? Ja, hij wil hoofdtrainer zijn. Dus ja, in Engeland, dat wordt Premier League, zal hij geen hoofdcoach worden, denk ik. Misschien... hij wil echt buitenland. Ja, dat kan overal zijn. Ja. Maar natuurlijk ook het geld moet goed zijn en het leven moet goed zijn. Hij kan niet naar een land toe waar het leven... Waar hij niet even op een hoek even een drankje kan doen of gezellig hapje kan eten. Hey, Saudi-Arabië is geen optie voor hem. Nou, of ze moeten heel veel betalen, dan is alles een optie. Maar... Hey Len, vroeger was jouw vader niet zo dat het geld goed moest zijn.
Vroeger koos jouw vader meer dat het, weet je... Die veel Ronald, goed nee, zijn, is hij veel op Ronald gaan lijken? Misschien heeft hij daarin ook maar al geleerd. Dat is wel opvallend. Nee, dat kan goed. Maar, want Erwin die ging destijds naar KV Mechelen. Dat vond iedereen heel, heel verrassend. En hij kon naar Ajax en naar KV Mechelen. Ja. Nou, wat zou jij doen? Hij koos voor het leven. Dat sprak hem gewoon heel erg aan. Ben, jij bent toch daardoor geboren in Mechelen? Jij bent toch een Belg? Ik ben een Belg. Ja. Ik ben geboren in Mechelen. Dus jij wou nog voor België uitkomen? Vroeger, toen ik nog kon voetballen, dromen had om profvoetballer te worden, toen was België ook iets minder dan Nederland in die tijd. Toen dacht ik, van, ja, als ik Nederland zelf dan niet kan halen, dan switch ik. Zat je nu wel een redelijke generatie gezeten, hè? Dan had ik toch? Nu een aardige, aardige teamgenoten gehad. Ja, maar in België staat hij er bijvoorbeeld ook wel heel goed op. Of is dat niet echt buitenland voor hem? Hij zei net dat het gezellig en leuk en lekker moet zijn. Nou, België kan toch hartstikke leuk zijn? In zo. Is wel, België is toch ik weet niet waar jij ooit in België bent geweest, hoor. Ja, Mechelen dus, achter de kazerne. Dan wil je niet doodgevonden worden, toch? Ho, 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 ho. Pas op, hè, er zit hier een kind van Mechelen. Moet ik even ingrijpen. Nu zo, moet ik even pak me aan, hoor. Even. Als Aad de Mos dit hoort. Nou, Aadje, A300. Als Erwin Koeman dit hoort. Nou ja, het is een beetje jammer dat Mechelen zo slecht gaat momenteel. Dus dat geen optie is voor Erwin, lijkt me. Maar in principe een mooie Belgische club kan ook daar, als je een voetbaldier bent, begrijp ik het echt. Dat je daar ontzettend naar je zin kan hebben. Maar het is toch niet mooi? Nee, maar het leven is er wel leuk. Je hoeft ook niet achter de kazerne, gewoon naast te wonen. Mechelen is groter dan achter de kazerne. Ik heb niet heel veel gezien van de stad. Als ik die verhalen hoor van mijn vader uit die tijd, dat is echt ongekend. Dat kan nu gewoon niet meer. Die wonnen gewoon alles en dan speelden ze een bekerfinale, die wonnen ze. En dan 3 dagen later speelden ze weer, maar dan waren ze 2 dagen op stap geweest en wonnen ze ook gewoon. Ja. Die zaten in zo'n flow en gezellig, genieten. En dat ging samen met de prestaties, ja. Dan deed de tegenstander dat waarschijnlijk ook. Ja, waarschijnlijk nog meer. Ja. Maar doe je nu al de zaken van je pa? Samen met een collega. Ja, echt? Ja. Dus je onderhandelt nu voor je pa? Stel, er komt een club, dan ga je aan tafel zitten voor je pa. Dan zit ik er wel bij. Echt? Dat goed? Ja. Vind je niet spannend dan? Natuurlijk is het spannend, maar ja, iedereen die moet ergens beginnen. Dus, ja, nee, maar dat bedoel ik. Ergens beginnen met een collega. En, ja. Dus ik zie en ik leer en ik ben bij die gesprekken en... Ja, mijn vader stuurt ze ook door naar mij, dus ik word af en toe gebeld weer. Dus dat is mooi. Ja, dat is wel tof. Heb je al onderhandelingen gedaan, zeg maar, voor jezelf? In je eentje? Nee, ik heb twee jeugdspelers bij FC Groningen. Die krijgen een contractje. Dus je hoeft nooit meer te werken naar dit contract. Nou, op die leeftijd, op mijn contractje. Ja. Eerste contractje is natuurlijk top. Ja. Maar toen heb ik wel met Ron Jans aan de tafel gezeten. Ja. Okay. Maar dat lijkt echt, Len... Het lijkt me zo raar om te moeten onderhandelen. Dat je opeens zaakwaarnemer bent. Dan zie je tegenover Ron Jans, die je al kent. Ja. En dan moet je opeens zakelijk met hem... Ja. Nee, maar je bent voor die speler, dat weet hij ook. Ja. En als ze een aanbod doen, ja, een eerste aanbod... Dat is mij geleerd, ja, nooit accepteren. Gewoon kijken wat dus er is. Dus hij kwam... Nee. Nou, dan doe je een tegenbod. Ja, nee, ja, dat is een beetje het spelletje. En ik vind het heel erg leuk. Ja. Is dat het leukste, zeg maar, als je... Zeg maar, hier over een paar jaar weer zit, dan zou je dan het liefst dat fulltime doen? Of vind je het juist heel tof dat je allemaal verschillende dingen doet juist? Nou, dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Maar je gaat ook bij jezelf nadenken, ja, wat wil je nu? En langs de velden staan is top. Maar zie ik dat mezelf over 5, 10 jaar nog steeds doen? Dat denk ik niet. Dus toen heb ik die stap gemaakt om spelersbegeleiders altijd in mijn hoofd te gaan zitten. En nu heb ik de kans gekregen bij een goed bureau, bij SEG. Bij SEG, ja. Dus... Ja, ik hoop daar op den duur wel... Maar is dat dan ook een opleiding traject voor, zeg maar? Dus dat je daar binnen... Nou ja, zij zien het ook in jou zitten, jij hebt daar zin in. En dat je dan een bepaald traject doorgaat? Nou ja, je moet gewoon voor jezelf wedstrijden gaan kijken. En ja, aldoende leer je. Dus ja, in het begin... Ja, het helpt wel mee dat ik redelijk veel mensen ken. Ja. En Koeman opent natuurlijk ook deuren. Maar ja, als ik dan het niet bewijs, dan word je ook 3 keer zo hard de deuren gewezen. Heb je dat ook wel eens als een nadeel ervaren, zeg maar? Want ik bedoel, je hebt een hele bekende achternaam natuurlijk. Dat wat je zegt, open deuren. Maar heb je dat ook wel eens kut gevonden? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, eigenlijk niet. Dat is nee. Ook een antwoord. Nee, ik heb het nooit als vervelend ervaren. Nee, voor mij is het gewoon mijn vader, hè, en mijn oom. En dat betreft gewoon nuchter en... Ja, je realiseert je ook dat misschien mensen anders naar je kijken in eerste instantie. Maar ik denk dat ik wel redelijk gewoon mezelf ben en me daar ook niet door laat... Maar ik kan me dus voorstellen dat het een keer... Stel, je pa wordt trainer van KV Mechelen. En jij hebt een speler en je pa wilt die speler hebben. Ja.
dan wordt het toch wel op een gegeven moment... Want dan kan die club niet meer betalen, maar jij vindt dat die jongen meer moet betalen. Ja, uiteindelijk als die jongen... Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat je tegen je vader op bevieren, ja. Bedoel je? Of zo heb je er nog niet over nagedacht? Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Maar als die situatie er is, dan, ja. dan ben ik er natuurlijk voor die spelen. En niet voor mijn niet vader. Niet voor je pa. Nee. Beetje het Ricky Kruis effect, hè? Die hem ooit... Die is ook goed bezig, hè? Ooit de kruis. Assistent bij Utrecht. Ja, maar in ieder geval de verhalen bij Utrecht, wat ze zeiden, daar zien ze echt een potentiële hoofdtrainer ook in. Zou heel goed kunnen. Ja, nou, zijn laatste jaar bij Excelsior scheen hij ook al de hoofdtrainer te zijn, hè? Toen onder Groenendijk, dat hij half de opstelling maakte. Hij doet toch ook een amateurclub nog, of niet? Doet hij nog de Meer? Hij zat bij de Meer, maar volgens mij de sinds de promotie van Jean-Paul de Jong is hij echt fulltime bij Utrecht aan de slag. Ja. En de Meer is die club van de sponsors, ja. Klopt. Maar die heeft daar nu zijn handen ook vanaf getrokken inmiddels. Ja, Dijkhuis ook, ja. Ja, eigenlijk iedereen in die staf heeft bij de Meer nu gezet, hè? Ja, nou, behalve Luc Nijholt, die heeft er niks mee te maken. Nee. Waar zit zijn zoon eigenlijk van Nijholt? Gianluca, bij NAC. Oh, bij NAC, ja. Die ging toen naar het meest oostelijke puntje van Rusland toen, toch? Amkar Perm. Ja. Hij was niet het meest oostelijke puntje, maar het was een goed koud. Ja, dat ongelooflijk, zeker. Ja. Ja, er komen ook nog vragen voor jou, Arjen. Want heel veel mensen kennen jou natuurlijk als voetballer. Maar ook, dat was ook in Utrecht. Toch? Oh ja. Het ongeluk. Ik weet het nog wel. Was jij er? Ja, ik was er zeker bij. Was het Tim Cornelis, hè? Ja. Want ja, dat was... Hoeveel jaar geleden is dat? 12? Dat was in 2005. Dus dat is 13 jaar. Ja. 13 jaar. 2005 oktober. Want het was een duel en je kwam verkeerd terecht. Ja, een duel. Tim die kwam met zijn knie in mijn buik. En nou ja, weet je, dat heb je wel eens in een wedstrijd. En dan ben je even je lucht kwijt. Alleen ja, de lucht kwam niet goed meer terug bij mij. En toen dacht ik van, nou, dit is niet helemaal goed. Dus ben ik eruit gegaan. En toen naar het ziekenhuis voor controle. En toen ben ik ergens in shock geraakt, ja, tussenin. En 5 weken later of zo werd ik weer eens een keer wakker. Zo even kort samengevat, weet je wel. Ja. Dus en in die tussentijden verschillende operaties. Ik werd kunstmatig in slaap gehouden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zo. Ja, weet je, ik heb er niks van meegemaakt, maar het schijnt... Maar heb je er nog iets aan overgehouden? Nee, niet echt. Ja, ik ben een beetje doof en ik heb ook zo'n toestelletje. Weet je, dus dat veel medicijn gebruiken en alles. Maar dat komt door... Nou, onder andere, dat kan een oorzaak zijn van veel medicijn gebruiken. Toegediend is. Oké. Okay. Dus ja. Maar je hebt 5 weken in coma gelegen? Ja. Ja, en in slaap gehouden. Weet je, coma is nog... Maar was het kritiek ook op dat moment? Of? Ja. Dus een paar keer zeg maar echt... weet je, met hartmassage en dat soort dingen. Dus ja. In die 5... Of meteen... Ja, nou ja, kijk, ik was er niet bij, omdat ik... Maar voor de mensen in je omgeving eigenlijk. Ja, dus mijn vrouw was er natuurlijk wel vaak bij. Dan heb je ontstekingen en dan gaat alles mis en begint alles te piepen wat je wel eens op televisie ziet. Dan moeten ze wel als een gek actie ondernemen. Ja. Dus dat is een paar keer gebeurd. Maar goed, ja. Dat kan ook. Maar jij was er nog, hè? Zo is het, jongen. Ja. Nee, maar jij was er. Ja, zeker. Sterker nog, het gebeurde voor mijn neus. Ik zit aan die kant van het stadion. Ja. En volgens mij, als ik het goed erin heb, jij best wel een tijd op het veld gelegen. En was niet gelijk duidelijk dat het inderdaad zo ernstig was als je nu schetst. Nee, maar wel dat het geen fijne blessure was. Want je ziet ook dat ze bezig zijn met plekken die je normaliter... we zien allemaal wel eens bij een speler. Maar soms heb je wel echt door dat het gelijk iets aan anders. Zoals gisteren bij Koscielny niet ook. Ja, dat zie je ook wel een beetje aan de jongens eromheen. Ja. En toen kwam op die maandag en dinsdag. Toen werd wel duidelijk dat het echt niet goed ging met jou. Ja, toen was het... Toen dacht iedereen wel van, god, dat hadden we dan ook weer niet verwacht. Nee. Het was op een zondag, hè, denk ik. Hè, een zondag en wat ik zeg, je loopt een beetje van het veld af en je wordt dan gewisseld. En een buikpijn, het zal wel goed komen. En zo, dat heeft waarschijnlijk iedereen gedacht. Dat dacht ik zelf ook nog. Dus totdat je in het ziekenhuis komt en dan... Dus dat is het laatste moment dat je weet. Ja, dat weet ik nog. Een gescheurde mild was het, meen ik? Het was een scheurtje in mijn dunne darm, alleen te laat geconstateerd. Dus alles wat daar uitvloeide, dat zit in je lichaam. Ja. En met alle gevolgen van dien. Dus dat was eigenlijk het verhaal. En, ja. Je hebt wel gewoon gevoetbald, zie ik nu. Gewoon de jaren daarna. Ja, ik merk wel dat ik na die tijd... ik heb gevoetbald nog, maar... Ik gaf net al eens een keer aan dat ik toen ik naar Engeland ging op proef, weet je, dan had ik niet de focus. Terwijl ik eigenlijk, doordat ik altijd de focus had en een mentaliteit had, heb ik betaalde voetbal gehaald. Maar dat was ik na die blessure een beetje kwijt.
Weet je, ik heb dat wel eens over nagedacht. Dus ik wilde wel graag voetballen, maar echt 100%, nou ja, het is niet zo gek eigenlijk. Ik vind het al heel bijzonder dat je nog 4 seizoenen daarna hebt gespeeld. Ja, precies. Alleen, weet je, dan vraag je wel eens af, heb je nog een bepaald niveau gehaald? Nee, dat, je geeft niet meer 100% waar je dat voorheen wel... Voetbal is niet meer het belangrijkste. Maar toch, die clubs blijkbaar wel gewoon... Want je bent daarna naar RBC gegaan en daarna naar Den Bosch. Dus blijkbaar zagen die het nog wel in je zitten, toch? Nee, hij kon ook nog wel voetballen. Je mindset, zeg maar. Precies. Kijk, weet je, ik heb dan bij Den Bosch en bij... het was bij RBC gebeurd. Ik heb daarna nog bij Den Bosch gespeeld. Maar normaal gesproken zou ik onderkant Eredivisie, subtop nog gespeeld kunnen hebben. Alleen doordat je niet meer die volle focus hebt, dan zak je gewoon weer terug op een gemiddeld niveau. Ja. Wat misschien wel mijn niveau was. Ja. Er staan 2 clubs in die niet meer bestaan, hè? 2, Veendam en RWC, hè? Ja. Jouw vraag zit daar. Aardig salaris, hè? Dan krijg je dat soort dingen. Clubs kunnen terecht bij Arjen Ebbingen. Ja. Supporten is waar het mis is gegaan. Nou ja, dat klopt. Ja, Veendam en RBC. En bij Veendam hebben ze nog de hoop dat ze misschien in de toekomst nog... herstarten. Maar RBC is ook... Dat laatst niet plat gegooid of zo? Het staat er nog. Alleen, dat volgens mij... Ik weet niet of het nu nog zo is, maar Seintje en Kolder... die speelden daar in het eerste bij de amateurtak. Ze hadden die 2 gesplitst al eerder. Ja. Dus die hopen stiekem dat ze nog... Misschien... Ja, Seintje was hier laatst. Jammer dat Lars er niet is. Zullen ze nog trainen nu of zo? Jazeker. Ja. Nou, Hattenboer en zo. Best wel veel jongens van FC Groningen. Maar RBC heeft die hoop ook nog. Hè? Alleen dat RBC gaat ook vrij moeizaam. Derde klasse nu? Derde klasse, maar ook niet bovenin meedraaien. Ben je wel in het stadion? Ja, klopt. Al jaren zijn die bezig, toch? Ja. Volgens mij direct al na... maar hashtag RBC leeft. Laat ik het zo zeggen bij het is ook lastig te zeggen, omdat je natuurlijk niet dagelijks bent geweest. Maar Veendam had ik altijd wel het gevoel dat het daar niet heel veel... mismanagement is geweest, maar meer gevoel van het in de regio. Animo is er niet. Ja. Net als bij Haarlem eigenlijk. Ik denk dat het bij beide clubs, bij Veendam en RBC, gewoon echt mis is gegaan doordat de grote broek aangetrokken op den duur. Ja? Jawel, denk ik wel. Weet je, Veendam haalde toen op den duur spelers als Theo ten Kaat en Roy Hendriksen. Ja, dat waren gewoon Roy Hendriksen die speelde gewoon Eredivisie met Cambuur. Ja. En die gaat naar Veendam. Nou, dan weet je wel genoeg. Niet omdat het zo mooi is. Nee. Appel en een ei, nee, ja, dus... En als je dat niet waarmaakt doordat je niet promoveert op den duur, dan... Nee, ik zie nog steeds bij de meeste mensen die wij spreken, die bij RBC hebben gespeeld, als je RBC zegt, dan een dikke glimlach. Mooie tijd gehad bij RBC, mooie tijd. En bij RBC eigenlijk hetzelfde. Ja, toch? Weet je, die hadden toen spelers als Fortus Rodriguez en Jorge Acuña. Tinho van Feyenoord naar RBC. Dat zijn wel spelers, die komen niet inderdaad zomaar. Nou, waar moet je dat nu vergelijken? Dat iemand van Feyenoord nu naar VVV gaat? Nou ja. Zoiets? Ja, eigenlijk VVV wel. Heeft natuurlijk wel iets meer... body. Ja, RBC promoveerde echt uit het niets, hè? Ja, dat is het probleem. Met RBC zit je ook met veel profclubs in de regio. Bij Veendam zit je met weinig mensen in de regio. Het zijn wel 2 van die dingen die heel erg... Weet je, en dan staan er een paar goede sponsoren op. Of een groepje bij RBC. En dan willen ze denken van, we gaan hier wat van maken. Een beetje. Toen was Heerenveen... Destijds natuurlijk heel erg in opkomst. Dus een klein dorpje, 25.000 inwoners. En eigenlijk een hele goede club geworden. Eredivisieclub. Ja, en andere clubs zoals RBC dachten daar ook... dachten, dat kunnen wij dan ook wel. Overigens zien nu Maurice Stijn dat hij heeft uitgesproken dat hij wel naar Heerenveen wil. Ik weet niet of het zo precies dat hij dat heeft gezegd. Van, ik wil naar Heerenveen. Maar die was ook in Heerenveen gesignaleerd vandaag. Dat onder Peter Bos. Dat wordt hem niet, denk ik. Dat denk ik ook niet. Ik zou het wel echt leuk vinden als hij weer terugkomt naar Nederland. Ik vind het überhaupt wel interessant, want ze hebben nu een nieuwe trainer nodig. En over het algemeen, van oudsher is het dat je investeert in je selectie. Alleen, Peter, jij bent van oudsher niet zo'n Peter Bos fan, ik wel. Maar, je bent er redelijk op teruggekomen, bij Ajax, toch? Nou ja, sinds alles daarna... moet ik wel aardig door mijn knieën van Peter Bos, kan ik je vertellen. Maar stel je voor dat je gewoon je geld, in plaats van dat je 1 speler extra of wat dan ook... je haalt een trainer waar je gewoon volledig vertrouwen in hebt. Ja. Waarvan je denkt van, deze... Want het is... Maar dat heeft NEC nu ook gedaan, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Al is hij wel 5 keer minder gaan verdienen.
Ja, nee, je hebt een clubje met Berghuis, denk ik. Ook dat moet je ook toch ook nooit zeggen. En die trainen, weet je, bij NEC... Heeft Leijners dat gezegd? Net hoorde ik dan... Kees Kwakman had gezegd dat Groningen het meest negatief publiek is. Dat wordt van Volendam ook gezegd en van Nijmegen ook. En bij NEC is het natuurlijk in deze fase, als je terugkomt naar een uitwedstrijd, dan staan de supporters weer op te wachten. Ja, is dat is dat iets waar je mee opgroeit in Nijmegen? Zo? Dat als het niet lekker gaat, dat je gewoon bij de bus gaat staan? Nee, joh, maar is het alleen bij die voetbalclub of is het gewoon als je daar niet lekker werkt, ga je gewoon bij de auto van de baas staan. Uitstappen. Dit heb ik even gemist. Maar ik weet niet hoe betrouwbaar Raymond Jansen is. Dat is volgens mij gewoon een journalist. Nee, maar dit klopt. Maar journalist zegt niet alles, hè? Nee, dit heeft hij geroepen. Jij stond ernaast. Dit soort dingen roep je alleen als je onder druk staat. Ja, maar Arjen, ik heb... Nee, ja, kijk, en dit is echt onervarenheid. Als je in ieder geval, als je goodwill wil kweken, want Berghuis had het inderdaad ook gedaan, die steeds maar zei van, ik heb ingeleverd om hier te voetballen, alleen zo kijken supporters er niet naar. En nee, maar dat vond ik op een gegeven moment, wisten we het ook wel, weet je. En ja, kijk, ik ben heel blij voor Nederland. Het is zo pijnlijk, want het is eigenlijk... Hey, kijk, iedereen je snapt. Zegt dat alleen maar voor jezelf, zeg maar. Dat je denkt van, auw, je hebt echt veel ingeleverd om bij Feyenoord te mogen spelen. Wat heb ik gedaan? Ja. Maar het gênante eraan vind ik, van ja, moet je dan een oorkonde krijgen of zo? Jij komt daar toch heen met een doel, namelijk jouw carrière omhoog brengen. Je doet het voor jezelf. Je doet het niet voor die mensen in Nijmegen, je doet het voor jezelf. Dat jij die keuze maakt dan inderdaad om 80% dit te leveren, is je goed recht, maar je maakt die afweging voor jezelf en daar heb je een doel mee. En dan moet je niet, als het dan misloopt, zeggen van, weet je wel wat ik heb gedaan? Ik alsof de verlosser naar Nijmegen komt om daar de arme mensen uit Nijmegen slecht te laten zien. Toch? Het is waarschijnlijk maar goed, het is onervarenheid. Vind je niet slecht onderhandeld? Het is gewoon puur onervarenheid. Als je 5 keer minder gaat verdienen. Nee, ja, maar... Ik schrik ervan dat de hoofdtrainer van NEC 5 keer minder moet verdienen dan een derde, vierde assistent van Klopp. Hij was toch niet derde, vierde assistent? Het veldtrainer gewoon, toch? Niet assistenttrainer. Wel echt een hele belangrijke meneer daar, hè? Als tweede assistent, volgens mij. Maar ik denk echt dat hij echt gewoon, als hij op het veld met individueel, dat denk het echt wel. Een goede trainer is. Dat hoor ik hij heeft bepaalde ideeën over het voetbal, waarvan ik denk van, oké. Maar ik denk dat, moet toch ook gewoon een goede trainer zijn? Maar ik denk dat hij, wat hij hier probeert te doen, is gewoon duidelijk maken van, ik doe het niet voor het geld. Omdat mensen doen alsof hij, weet je, dat is denk ik hier het geval. Ik denk dat nog nooit iemand tegen hem heeft gezegd, je doet het voor het geld. Nee, maar dat is helemaal geen issue bij zijn aanstelling. Ik heb hem nog als techniektrainer gehad bij PSV in de jeugd. En toen deed het voor was het geld. Fantastisch, met Ricardo Moniz toen de tijd. Dat was echt top. Moniz is natuurlijk ook nooit helemaal geslaagd als hoofdtrainer. Overal wel redelijk gefaald, toch, als hoofdtrainer? Ja, René Meulensteen is als hoofdtrainer het trainer zijn is meer dan uitleg over voetbal, techniek, daarom snap ik in deze situatie bij NEC niet dat ze met hem in zee zijn gegaan. Dat andere geloof ik ook wel. Maar als ik hem op tv zie, denk ik, ja, dat kan gewoon niet. Ik haal hem natuurlijk voor de camera. En dan is jouw schuld nog? Het is niet. Allereerst die keer. Af en toe denk je en dan zegt Lem fluistert zo zeggen. Zeg maar niet zoveel. Nee, maar dat hoor je dus iedereen zeggen en dat zie je ook terug. Ja. En dat weet je niet meer eens? Heeft staan. Dat... Nee, het komt niet heel goed over dat. Nee, maar precies. Dan zegt hij een aantal dingen en. Ja, maar helpt het dan ook? Het helpt toch ook niet dat ook een onderdeel van trainen zijn natuurlijk. Dat de technische directeur ook niet super ervaren is in die rol, terwijl eigenlijk met zo'n jonge trainer wil je toch een technische directeur die dan. Ja, maar ik denk dat NEC om dat te coachen. Ik denk dat NEC het seizoen echt goed is begonnen, want ze hebben een aantal jongens weggedaan en ze hebben ze Nederlandse jongens ervoor teruggehaald, zo'n Mart Dijkstra en wat hebben ze nog meer. NEC heeft gewoon van echt paaf, van de Paven, dat soort routine, dat soort jongens. Ik denk dat het echt goed is, maar. Zo'n team dat je wat NEC nu heeft, denk ik dat je gewoon kampioen had moeten worden. Maar los daarvan, ik kan me wel voorstellen. Kijk, Arjen, hij komt van Liverpool. Nee, ik hoef je hebt bepaalde voetbalideeën. Kijk, je ziet het ook bij Ajax. Dat heeft tijd nodig. En heel simpel, die tijd is er zowel bij Ajax als bij NEC is die er niet. Ja. Want je moet kampioen worden. Dan zit het een paar keer tegen, want zoiets gaat met vallen en opstaan. En ik geloof best dat Pepijn Leijnders op den duur best iets met NEC zou kunnen bereiken. Alleen heel simpel, die tijd heeft hij niet. Nee, maar hij heeft natuurlijk ook altijd op een niveau gewerkt met spelers, met Liverpool. En die ideeën wil hij nu overbrengen naar NEC. Ja, kwalitatief heb je natuurlijk gewoon mindere spelers. Je moet ook naar je selectie kijken, wat past. Corinne, valt wel mee, toch? Maar als jij een Groeneveld hebt en een Groeneveld Braken. Of Salah, is toch bijna hetzelfde? Keepers liggen niet ver uit elkaar. Als iets dicht bij elkaar staat, dan zijn het de keepers, denk ik. Die is weggestuurd, toch? Die is uit de selectie gezet. Nou ja, die is wel zelf weggelopen. Hij zei, je gaat niet keepen in de playoffs. Ze zei, weet je wat? Okay. De groeten. Ja. Ja, ik vind, dat vind ik ook een beetje... Een teken aan de wand.
Ik denk niet dat het helemaal lekker zit bij... Maar het is wel lastig. Maar ik vind het wel... Ja, sorry. Je hebt Van de Pavert. Ja, dat zijn eigenlijk... Het zijn niet top eerste divisie verdedigers. Het is meer laag in de divisie, weet je. Golla is echt gewoon een goede verdediger. Jawel, maar wel meer een type wat gewend is om onder druk. Want onder Faber was hij fantastisch. Maar dat was ook een team waarin hij veel moest opvangen. Redelijk niet heel mobiel hoefde te zijn. Terwijl Leinders die wil gewoon hoge lijn, agressief druk zetten enzovoort. Terwijl eigenlijk heb je daar gewoon de selectie niet voor. Nee, maar daar ben ik helemaal niet eens. Daar zijn niet naar ingereden. Zeker, ja. En dat is wel lastig. En dan, maar dan nog, dat is ook, een ervaren dat, trainer... Dat zeg maar ook over de kwaliteit van de trainer. Want als je er niet inziet dat je het materiaal niet hebt... en je wil per se dan moet je niet zo dat spelen. Trucje, dan moet je niet zo spelen. Ja, maar je weet ook als club dat je hem binnenhaalt met dat gedachtegoed. En jij zei over het gesprek wat je met een trainer hebt... dat soort dingen zijn ongetwijfeld besproken. Tuurlijk. Ja, dat wel. Maar misschien we kunnen ze volgend jaar allemaal dingen huren van Liverpool. Ja, maar kijk, weet die Tedesco toch, bij Schalke? Ja. Zeg maar dat hele proces, weet je, dat is natuurlijk ook een enorme gok geweest. En wat ik gewoon heel jammer vind, dat het nu, weet je, hetzelfde met Hiballa ook in Nijmegen, hè? Ja. Iemand die iets anders probeerde op een andere manier, weet je, nu probeert ze het opnieuw. Zij kennen natuurlijk wel, zeg maar het proces waar we nu in zitten, dat... He, een nieuwe, vernieuwende trainer. Niet de grote naam. Maar ook Schalke heeft een paar misperen gehad met onervaren trainers, hè? Nee, maar ik bedoel deze. Dit is die Heidel, die stond nog niet zo lang deze wordt wel technisch directeur, toch? Technisch directeur. Nee, maar ik heb het over die Tedesco, inderdaad. Nee, Tedesco is gewoon een groot gok. En naar de buitenwereld is het natuurlijk allemaal Hosanna. Want ja, je kijkt op livescore waar ze staan. En dat is fantastisch. Zeker de afgelopen jaren dat ze nogal druistig waren in de ranglijst. Maar dit kan je nu echt niet zeggen. Dit kan je nu niet verkopen, het Fef. Het is niet om aan te kunnen. Ja, maar Fef, hoeveel staan ze staan? Hij verstopt zich achter het feit van dat de jongens begrijpen het nog niet goed genoeg. Nog niet goed genoeg om daadwerkelijk... Ze staan tweede of derde in de Bundesliga. Ja, maar waar heb je het dan over? Nee, maar even advocaat van de duivel. Hij heeft toch ook veel minder materiaal dan een Dortmund of een Leverkusen. Daar staat hij wel boven. Is dat zo? Vind ik wel, ja. Ik als niet... Dortmund zijnde denk ik het wel. En ik denk als die gewoon een fatsoenlijk seizoen hadden gevoetbald... dat ze daar ook wel achter waren geëindigd. Dan Leverkusen denk ik niet. Ik denk dat zij... Sowieso qua financiële mogelijkheden zijn zij twee of drie. Schalke, zeker. Schalke, dat weet ik niet meer. Schalke is wel typisch een club die, wat Feyenoord eigenlijk ook jarenlang heeft gehad... wel een beetje slachtoffer is van de omstandigheden. Zeg maar. Er zit al veel uitgaven in die in de begroting wel zitten. Dus het lijkt meer dan dat het is. Wat Schalke uit kan geven, is het wel een stuk minder. Dortmund heeft gewoon meer financiële mogelijkheden. Leverkusen zit ook iets beter in elkaar. Maar het is ook vaak maar dat Dortmund en Leverkusen halen spelers waarvan ik denk ja. En bij Schalke denk ik van waarom haal je die, weet je wel? Ja, is ook wel zo, maar hoe toch... Wat is de... Ik, ja, goed. Ik denk als je op de bankrekening kijkt van Konopjanka ten opzichte van Schrule, dat die echt niet zo ver uit elkaar liggen. Dus dat is wel mogelijk. Ja, maar dat is een van wie vind je beter? Dat is een van de weinigen die je kan noemen die voor een groter bedrag gehaald is. Over het algemeen, wat naar Schalke komt tegenwoordig, zit allemaal onder de 10 miljoen. Terwijl bij Dortmund of... Zelfs bij en Bolo is wel echt een Dortmund aankoop. Vergelijkbaar. Ja, fair enough, ja. Harit. Maar die was goedkoper, toch? Ja, die was niet zo duur, maar er zit wel lange rek in. Nee, ik denk op zich, het is ontzettend knap. Alleen, ik vind wel, er moet wel de kanttekening bij gemaakt worden... dat het een niet leuke trainer is om naar te kijken. En dat kan. En dan kan je zeggen, je moet je kop houden, ze staan tweede. Prima, maar een wedstrijd van Schalke is niet om aan te gluren. Maar zie je dan hoe belangrijk uitstraling is? Want hij heeft dat wel. Ja, zeker. En dat speelt zeker toch mee bij ons allemaal... Van, het zijn leuke, jonge, frisse gozer voor de groep. Weet Vlak je voor de uitzending hadden we het over eventuele keeperstransfer van Pat naar Feyenoord. Ik denk dat juist het stukje uitstraling ontbreekt bij hem. Ik vind het een hele goede keeper. Ja. Hele sympathieke gozer. Maar ik denk dat de uitstraling ontbreekt om top 3 keeper te zijn. Dat had ik wel. In het begin van het seizoen moest ik bij VVV werken. Toen zag ik die Oenestal in één keer. Fantastische uitstraling. Toen dacht ik, gewoon alleen al gewoon korte mouwtjes. Gewoon grote gozer. Goed. Gewoon dat je dacht van postuur... Als spits zijnde loop je echt niet door hem. Moet Feyenoord niet gewoon die Jens halen? Maar dat is gewoon een punt. Ik heb me nog niet als datanerd gemanifesteerd. Wie heeft jou ooit als datanerd neergezet? Wie heeft jou ooit als datanerd neergezet? Dat zal ik nu even doen. Maar als je kijkt naar... Natuurlijk, weet je, dit zijn modellen en je kan er allerlei kritiek op hebben. Dat is prima, maar het verschil is wel bij Pat. Pat die houdt gewoon... Ook als je de waarde van de kansen zeg maar een beetje gaat wegen... Ja. Van hoe moeilijk zijn de kansen... het meeste tegen de Eredivisie. En Oenderstal zit op dat gebied niet aan de kant van overpresteren.
Het is ook wel een gedeelte van voorkom je een schot enzovoort. Er zitten genoeg variabelen aan. Alleen, voor Niel, het gaat dus over punt. Expected goals op target tegen. Ja, maar weet je wat Len nog zegt? Len is natuurlijk, dat zit totaal niet in deze data, is dat verdedigers zich veilig voelen met zo'n keeper achter zich. En dat bijvoorbeeld aanvallers ook niet tot een bepaalde actie overgaan, omdat die keeper daar staat. Zeker. Maar daarom, jij zegt het belang van uitstraling. Dat is alles wat jij zegt. Want als morgen Feyenoord Oenerstal haalt, zegt hij er, goeie. Ja. En bij Pat gaan ze twijfelen. Maar Feyenoord... Terwijl feitelijk, qua elk model, is Pat veel beter. Ja, maar we hadden het ook over Bizot eerder. En jij zei van, doe het nu eindelijk goed. Bizot is wel weer typisch een keeper die heel veel dingen voorkomt. Want die gast die gaat af en toe als een, voor je gevoel, als een blind paard het doel uit. Maar die is best wel heel agressief. Lamproe is ook een voorbeeld. Het zijn wel jongens... Ben je ook heel groot fan van, toch? Ik vind Lamproe goed. Ja, hier is hij. Kom, Kostas. Het is een topgozer. Echt waar. Ja, dat is echt waar. Heel fantastisch. Weet je, Kostas zou zo leuk zijn in het programma. Als Kostas één keer... De meest gênant wat ik hier in heb gezien. Lamproe als je afkikken in Google. Deze man, jongen. Hij kijkt niet vandaag, hij is vrij. En hij heeft heel veel goede vrienden bij het AD. Maar het is wel zo, je moet wel kijken van... Als je een keeper wil hebben, wat is zijn stijl? Wat doe jij als team enzovoort? Dat soort dingen maken wel veel uit. En ik denk, wat zei Jopat? Uitstraling, het is wel een hele grote gast. Hè? Ik hoop dat hij nog een jaar blijft bij Groningen. Jongens, David Jensen, is dat geen optie? Die 26, heeft nog 1 jaar contract bij Utrecht. Ja. Hoeft dus niet overdreven veel te kosten. En misschien halen we data... Nee, maar misschien... Verpatst die keeper van ons nog even. Nee, die loopt uit. Ik zie hier Van der Marel. Ja, kijk, misschien halen het als rechtsback, hij is linksback. Maar ik heb wel de indruk dat hij heel veel punten heeft gepakt voor Utrecht. Centrale verdediger, hij speelt overal. MOB komt zo aan de beurt. Ja. Maar heeft David Jensen heeft toch heel veel punten gepakt? Ben ik ook een hele goede keeper, absoluut. Alleen al hoe mooi dat je dacht dat je een probleem had toen de keeper geblesseerd raakte en dat het er nooit meer over is gegaan. Zo dat hij pissig was dat er niemand meer iets over hem had. Ja. Robin Ruiter. Nu naar League One toe. Sunderland is eruit gekomen. Hij is geblesseerd geweest en daarna weer heeft gekiept. Alleen, en dat is gewoon een beetje, dan kom je ook op stijl. Kijk, Sergio Pat vind ik dan een keeper die, weet je, als druk is in de zet, groot, sterk, prima. Ja, dat heeft Robin Ruiter bij Utrecht volgens mij ook. Ja, dat weet jij beter dan ik. Lijnkeeper ook nooit toch? Gehad. Nee, Robin Ruiter heeft een heel goed eerste seizoen gehad. Precies, dat is wel een groot ding. En daar zijn mensen heel lang op blijven teren dat hij zo'n goed eerste seizoen heeft gehad. Maar daarna... David Jensen, een hele goede keeper. Alleen ook niet de uitstraling. Ja, maar dan nu dus Robin Ruiter. Maar, nee, maar Jensen, ik denk dat hij... Oh, een vieze snorretje, man. wat Jordi zegt inderdaad. Iedereen bij Utrecht dacht, toen Robin Ruiter wegviel. En die gozer had nog geen minuut gekiept bij Utrecht. En het is inderdaad daarna nooit meer over Robin Ruiter gegaan. Maar dat is nu wel beter. Het beste compliment wat je kan krijgen als voetballer. Want dat nu... iedereen met zijn handen in het haar zit. En uiteindelijk gaat het nooit meer over je voorganger. Daar zit ook wel een beetje gewoonte. Een soort van gewoonte denken. En je vindt het prettig. Weet je, dit is je eerste keeper. Ja. Dus dat blijft zo. Dus die is op een gegeven moment dan goed of slecht. En dan maakt eigenlijk niet eens meer uit wat hij doet. Voor je gevoel is hij altijd dat. Er niks meer in. Nee. Bij Robin Ruiter was het ook een beetje... Ja, die was natuurlijk niet overdreven slecht. Dus er was ook niet direct een reden van... nu moet je hem vervangen. Ja. Maar voor jou is het nu ook chill, toch, Jean-Paul? Huh? Het is toch chill dat ze nu de opvolger ook al binnen hebben bij Utrecht? Hoe bedoel je? Nou, als Jensen weggaat. Doe je nou op Nick Marsman? Dat zie ik nog niet helemaal. Maar ze hebben er bij Twente... Lekker dat je de Eredivisie volgt, hè? Je loopt er al een jaar rond, Fef. Ja. Ik weet wel dat... Ik snap dat ze dat goed verstopt hebben in de media. Len, pak even de camera. Je wilt even Mark van der Marel noemen. We hebben ook gewoon nog beelden. Fox Sports 3. Mark van der Marel. Die gozer die is in één keer gaan storen. Even alle gekheid op een stokje. Mark van der Marel is op een gegeven moment een soort cultheld geworden. Dat het altijd net wel, net niet was. Maar hij speelt nu op linksback. Alsof we jaren niet hebben geweten dat je hem op links had moeten zetten. Nee, maar hij speelde als centraal. Speelde ze met 3 achterin. Ja. Speelde hij ook goed. Ja, en op rechtsback speelde hij ook goed. En nu op linksback speelt hij weer goed. Hij is voetbal al 10 jaar bij FC Utrecht. Maar hoe schiet hij die ballen nu binnen tegenwoordig? Ja. Ongelooflijk. Knap, hè? Dat slacht helemaal nergens op. Ja, ongelooflijk. Maar knap. Die jongen die speelt gewoon wat altijd. Zijn top? Wat zijn top? Arsenal? Tottenham Hotspur, zeg maar, op de kamer. Ja, als ik die Bellerin zie, dan weet ik het zo net niet. Ik denk dat Mark wil nog wel een keer een avontuur. Dat wilde hij al. Ja, zeker. Hij is ook Birmingham in Noorwegen opties gehad. Alesund voor mij toen. Birmingham City, hè? Maar dat zag ik niet zitten. Birmingham. Ja. Ja, het waren wel meerdere championship clubs. Maar ik zou het hem wel gunnen. Hij is een prima speler voor Utrecht. Maar deze jongen komt niet tot zo recht in de championship, hoor. Nee, maar ik... Dat is misschien Australië of zo. Dat zou nog wel kunnen.
Maar zo iemand gun je het gewoon. Dat ja, is, ja, het is wel knap. Je voetbalt 10 jaar bij Utrecht. Ja. En Utrecht had weer een linksback van de meer, een rechtsback. En weet ik allemaal wat. Hij speelt altijd. Maar dat was met een slimme gast volgens mij. Want je ziet, hij wordt gewoon steeds beter. En wat je zegt, zelfs centraal afgelopen jaar vooral dan. Ik vond hem daar echt goed spelen. En je ziet bij andere spelers die meer het puur moeten hebben van fysiek en zo. Als het niveau omhoog gaat. Ik vond Leeuwin tegen Zenit in het begin van het seizoen best wel pijnlijk. Dat je denkt van Eredivisie is prima. Maar als het iets moeilijker wordt, zakt hij er compleet doorheen. Terwijl Van der Marel in die wedstrijden. Denk je van, tegen Zenit kan ook wel. Hij doet niet veel geks. Dat is wel uniek. Dat is het voor. Hij doet niet veel geks. En hij is ook weer gaan studeren. Alleen niet bij jullie, hè? Rechten, ik denk. Nee, hij heeft Johan Cruijff University is die toch, hier. Ja. Ja. Okay. Maar want wat is zeg maar. Ja, jullie krijgen gewoon spelers uit de Eredivisie en Super League gewoon nu bij jullie. Ja, en moet ik uitleggen hoe dat gaat? Want ik heb toen een studie. Neem ons even mee, Len. En wij kregen gewoon bij Helmondsport. En dan kwam hij gewoon een presentatie geven. Van oké, als jullie nog een studie willen doen, iets naast het voetbal. En ik kwam toen net bij het eerste. En ik had mijn middelbare school afgerond. Ja, mijn ouders vonden wel, je moet ook wel wat gewoon daarnaast blijven doen. Alleen voetbal, Helmondsport, en toen ben ik via de VV6 Business Innovation. Business Innovation heet nu Topsport Management en Ondernemerschap. We hebben het makkelijker gemaakt. Voor de mensen als Denk, maar die niet uitlast spreken. Gewoon Nederlands. Wat studeer je? Maar hoe lang heb je het gedaan? 1,5 jaar. En leuk? Terwijl ik bij, je zat op donderdag, kreeg je online, via achter je laptopje kreeg je les. Kreeg je opdrachten mee, die moest je dan maken, opsturen. En dan één keer in zoveel tijd moest je een toets maken in Dordrecht, toch? Is dat nog steeds? Ja, we hebben nu verschillende locaties waar ze tentamens kunnen maken. Ik in Eindhoven. En hij deed nog een presentatie. Weet je dan? Het ondernemersplan presentatie. Vertel hè? Klopt, ja. Met zo'n groepje. Was wel leuk, want je zit natuurlijk met alleen maar jongens die een beetje in dezelfde situatie zitten. Jonge gasten, er waren ook wat oudere jongens bij. Ja, we hadden toen een kledingwinkel onder de tip van Nonchi. Met wie deed je het? Weet je dat nog? De keeper van Zwolle toen de tijd. Hoe heet die? Oosterhof? Ah ja, René Oosterhof. Tim Bakens misschien ook nog. Zat hij ook niet bij jou in de groep? Hey. Tim Bakens. Paco van Moorsel, die zat er toen ook nog bij. Zo. Kees van Buren. Kees van Buren inderdaad. Kees. Ja, Kees. Ja. Kees AB. Kees AB, ja. Nee, maar ja. Dat was mooi, man. Ja. Toen voetbal voor mij gewoon over was vanwege mijn knie, toen dacht ik van, ik kon wel de studie blijven doen, maar ik dacht van, ik ga lekker naar Amsterdam en ga daar wel studeren. En Fischer ook, toch, bij jullie? Sander. Ja? Sander, hij heeft hem afgerond. Die had zo'n grote koptelefoon. En wij hebben wel eens met hem geskyped. En die had hij via de studie. Dan had hij zo'n grote koptelefoon met zo'n dingen. Ja, heb je die ook? Die heb ik ook nog. Nee, weet je, Boymans onderaan heb ik Ruud leren kennen. Oh, mooi. Er zijn best wel jongens die dat. Wat gaat Ruudje doen nu? Dat is natuurlijk. Hè? Want wij hadden. Wat is het niet? 2 maanden geleden? Hij zat in Sittard achter me. Dus lijkt me duidelijk nu voor Fortuna kampioen. Ja, het zou wel echt fantastisch zijn. Hij is wel fit worden. Ja, tuurlijk. Fit worden. Hey, maar mocht hij helemaal fit zijn, dan is het verhaal natuurlijk Sittard terug in de Eredivisie met Ruud Boymans. Ja, hij zit niet voor niets daar op de tribune. Hij is daar begonnen. Dus. Hij moet de baas wel lief aankijken, want ze zijn niet happig op alles boven de 23. Maar ja, misschien volgend jaar Eredivisie dat ze Hallo, dan wel daar erbij stellen. Daar zit toch een rol voor jou in? Ja, neem even een paar lessen bij Len en dan ga je gewoon dit soort spelers... Hebben bij VVV ook goed gedaan in het verleden. Dan gaan mensen wegvallen. Hij scoort overal. Ja. En het is echt heel erg jammer geweest dat hij toen bij Utrecht, dat hij toen geblesseerd is geraakt aan zijn enkel. Ja. Want ja, die jongen die scoorde volgens mij gewoon elke wedstrijd. Dat was ongelooflijk. En het zou gewoon, dat is het ook een beetje, het zou gewoon echt leuk zijn voor de Eredivisie, dit soort gasten. Ja. Toch? Dit soort gasten moet je er gewoon veel meer van hebben. Wel wat binnen met Ruud, dat is zo. Ruud moet wel echt 100% fit zijn. Dat is gewoon zo. Ja. Want Ruud moet het ook hebben van hard werken, sleuren. Ja. En hij staat altijd op de goede plaats op de een of andere manier, doordat hij zo hard werkt. Maar ik denk, als hij niet 100% fit is, dan blijft er ook niet heel veel van Ruud meer over. Hoor. Ja. Als je moet kiezen, Vef, 2 gasten die we de afgelopen maanden hebben gehad. Allebei spits. Prins Rijkomer of Ruud Boymans? Om mij op vakantie te gaan? Prins Rijkomer. Ja, zo. Nee, Ruud, kan je trouwens ook nog goed op vakantie voor mij? Ja, voor mij moet kiezen voor Fortuna. Fortuna is een beetje jouw club, hè? Ruud Boymans, sowieso. Het zou mooi zijn als die elkaar weten te vinden. Inderdaad, samen? Worden.
Huh? Oh. Nee, daar ben ik nog meer voor, ja. Rijkomar Boymans. Hoe lang had hij nou niet gevoetbald? Rijkomar? Ja. Een half jaar pas. Nou, maar op niveau, 15 jaar? Nee. Nou, op het niveau waar Fortuna nu gaat spelen, 15 jaar? Ja, misschien wel. Ja. Dat is natuurlijk weggaan naar het buitenland. Misschien wel hoogste seizoen. Maar nee, ja, maar ik denk... Er ligt zeker wat in wat Lent zegt. Hij zal niet voor niets daar aanwezig zijn. Maar jij vandaan, hij was volgens mij met zijn vader kijken. Ja, dat is top. Dat jij hebt elke dag met de voorzitter van Fortuna. Het vrouw waar, is ook steeds waar is hij nou op zoek? Wanneer gaan jullie gala kopen, Vef? Ja. En waar is hij nou op zoek? Nou ja, het verhaal dat hij in de winterstop leader wilde halen, maar dat Olise dat niet wilde, is natuurlijk ook nog steeds bijzonder. Want het gaat ook in tegen het idee van geen oude gasten. Ja. Maar ja... Transfervrij, toch? Ja, die wilde toen in de winterstop wilde hij hem ophalen. Maar ja, we hebben Mart hier laatst een keer gehad. Die wil volgens mij echt graag naar buitenland. Ja. Dus dat zal niet gaan gebeuren. Maar, dus nee, maar ik denk dat nu de bedrijfspolicy is wel een beetje veranderd. Ja, precies. Door de promotie natuurlijk. Je kan niet met alleen maar spelers onder de 23 die Eredivisie ingaan. Alhoewel, tegenwoordig, wie hebben we nog oude spelers? Het is wel typisch. Je kijkt naar Twente. Die gokken dan op Tom Boeren, maar die hebben echt geen topscorer. Geen man die gewoon... Nee, maar het was geen slechte spits, toch? Het was geen slechte spits, toch? Volgens de statistieken. Hij heeft te weinig gescoord, maar het ging over dat Maurits zei dat hij ook heel veel grote kansen heeft gemist. Dat viel wel mee. Okay. Maar hij is natuurlijk gewoon een spits die heel veel aanvoer nodig heeft en die kreeg hij ook niet echt. Hoeveel spitsen in de Jupiler League hebben heel veel goals gemaakt en zijn toen naar de Eredivisie gegaan en hebben daar ook veel goals. Volgens mij is Vincent Jans de laatste geweest. Ja, het is ook een beetje wat voor type, want Tom van Weert is met een tussenstapje dan, maar prima gedaan. Michael de Leeuw heeft prima gedaan. Er zijn wel wat voorbeelden die Veldwijk heeft prima gedaan. Er zijn wel wat voorbeelden die het hebben gedaan. Meer dan vroeger, denk ik. Juist. En die maken de 34. De Michel van Oosterom zijn al Ronald Hammers. Daar brandde niemand vinden. Nee, maar toen lag het niveau ook wel hoger, denk ik, toch? Ik denk als je Cyril Dessers bij schiet hij er ook 15 tot 20. Verschil tussen Jupe en Eredivisie. Ja, nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ja? Ja, denk de Ronald Hammingen en Michel van Oosterom van deze wereld. Ik denk dat het niveau... Johan Voskamp heb ik ook nog meegespeeld. Hij wist dit gewoon. Heeft iemand nu even een visual gemaakt? Maar is het niet heel erg... Is het niet heel erg een stijlding? In de zin van, als je kijkt naar deze lijst... best wel veel van deze spitsen zijn typische goalgetters. Zeg maar, niet jongens die per se heel goed zijn in daadwerkelijke voetballen... maar heel erg zijn van juiste plaatsen en dat. Als je dat moet vertalen van de Super League... onderkant Eredivisie in plaats van bovenkant Super League, waar 10 spelers alles doen om jou te laten scoren. Dat is gewoon een gigantisch verschil. Ja. En ik wil een lans breken voor Ralf Seuntjes, want dit jaar natuurlijk helemaal niks gescoord of een paar doelpunten in de Arena. Maar hij heeft echt een heel goed seizoen bij VV. Dat zijn technisch directeur ook in de Voetbal International. Dit had ik ook niet van hem verwacht dit jaar. Hij speelt gewoon op 10, hè? Ja, dat is het. Ja. Dat is het grappige eraan, ja. Heel mooi. Nee, maar je kan niet zeggen van de laatste 10 jaar dat deze jongens het gemaakt hebben. Nou, de Leeuw speelt gewoon in de MLS. Ja, dan noem je de 1. Maar Lars Veldwijk? Dan noem je de 2 en verder kom je niet. Maar dat is ook de enige. Marco de Leeuw en Veldwijk zijn ook de enige twee van deze hele lijst. Je denkt, even iets anders. Goed voetballen. Even iets anders. De topscorers van de Eredivisie nu. Idem dito. Andere kaartje niet. Je schakelde net even iets te snel door. Die hebben we ook. Ja, die hebben we ook. Die komen toch ook überhaupt niet uit Nederland? Oh, Yannick is even... Ja, Yannick. Kijk eens naar Björn Vlemings. Maar waar speelt hij? FC Antwerpen, las ik in de chat. Ja? Ja. Het zijn er 4 uit Nederland. Ja, wie dan? Ja, Basje. Vincent Janssen gaat Fenerbahçe kampioen maken. Ja, moet hier nou niet mee? Oh, sorry. Kom nou, dit is niet woke, Vef. Ja, nee, sorry. Gewoon een Nederlander. Ik zag Elf staan. Hey, als je deze lijst bekijkt, deze jongens, die behalve Björn... Ja, Björn heeft ook nog in Turkije toch... Ja, twee clubs hier. Kayseri Erciyes en Gençlerbirliği. Ja, deze lijst zie deze jongens prima carrière, toch? Ik vind Bogason doet het hartstikke goed nu in Duitsland. Ja. Ja. Boni, een beetje jammer. Qua clubkeuzes. Bas Dost, prima in Portugal. Ja. Luis Suárez, ja. 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 Hij heeft ook niet het maximale uit zijn carrière gehaald, hè, Suárez. Maar dus alleen Vincent Janssen vanuit de Jupiler League. Ja. Waarom doe je het gewoon als je nog? Deze kijkt? Laat maandag of niet. Wie? Excelsior? Waarom doe je niet bij Excelsior nog? Excelsior? Ja, hij is vanuit Excelsior toen naar Spurs. Hij is sowieso wel een beetje laatbloeier, toch? Wat dat betreft, terugkomen en toen pas... Zeker. Hij heeft toen bij Willem 2 6 wedstrijden gespeeld en daarna verkast. Boete haar nog wel, ja. Zeker. Ja. Goed, het is een mooie tijd. Het is 6:10.
om het over echt voetbal te gaan hebben. In ieder geval om even naar te kijken. FC Enix 2. Voor mij waren ze vorige week in... Waar waren ze? Ik weet het niet nieuw. Nou, ze waren ergens in Nederland. En ja, als ze erheen gaan is het altijd spektakel. Nee, jullie gaan toch niet met 1-0 eraf? Nee, hey, nou, daar leek het wel op. Maar terecht, penalty daar. Bent u er klaar voor, scheids? We zullen moeten. Een belangrijke pot, hè? Een belangrijke pot. Maar onpartijdig. De beste mogen winnen. Nog iets worden veranderd? Nou, ik zal Messi halen, Ronaldo. Nou ja, dat is wel te doen. Dan belt even mevrouw op, toch? Dan belt u ze op. Ja, ik bel wel. Die bal zijn ze nog steeds aan het halen. Het was FC Lottum voor mij. Hele video kan je zien of nou FC NX2 toch weer is gepromoveerd. Ze zaten in de vierde klasse, zeg ik uit mijn hoofd. Dat hoor ik wel van Yannick, of het zo is. Vijfde klasse. Zou het toch leuk zijn voor het einde van het seizoen als ik je promoveren. Laten we even naar het... ondertussen is Jongsma weg. Maar kijken naar het schema van dit weekend. Want er wordt nog gevoetbald. De laatste speelronde. Eigenlijk gaat het helemaal nergens meer over. Alleen Heerenveen, toch? Heerenveen. Ja, dat gaan we zo even zien. Ja, ja, Heerenveen, ADO natuurlijk. En onderin, hè. Roda moet 10 doelpunten goed maken voor NAC. Ja, dat moet 9 keer. En NAC moet niet winnen. Nee. NAC gaat op bezoek bij FC Twente. Wat voor sfeer zal er hangen? Gelaten. Ik wilde precies hetzelfde zeggen. Gelaten. Wat denk je, Arjen? Nee, maar die... Nou ja, ik verwacht dat Twente wel weer opstaat, die supporters. Ja, dat denk ik. Het is wel een mooi moment om jezelf nog even te laten zien. Hè? Laatste wedstrijd. Ja, nee, maar over de spelers heb je het dan. Maar over de supporters. Nee, supporters ook. Ik denk dat ze gaan opstaan. Dat ze een of andere actie, dat ze met z'n allen achter. Ik denk dat ze stijf gaan voetballen. Zo schat ik Twente wel in. Altijd eigenlijk. Nee, maar het is ook wel denk ik fijn dat je nog statement. Een potje hebt. Dat je dan volgend jaar met goede gemoedstoestand erin gaat. Hoeveel spelers die nu bij Twente zitten, zullen volgend jaar er ook nog zitten? Nee, niemand. Nee, maar het is meer eentje, naar de club die van de Lely. En logo. Ja, maar weet je, en die Drommel. Maar Twente publiek is altijd fantastisch geweest, hoor. Ik vond het altijd heerlijk om bij Twente uit te voetballen. Dat, nee, maar dat is natuurlijk voor Nederland. En dat gaan ze nu ook doen. Ja. Vast en zeker. Maar dat is natuurlijk wel een goede. Hoeveel spelen er volgend jaar nog? Want dat... De bank iedereen heeft een clausule. Nee, maar dan mag je toch bijna hopen? Nee, niet iedereen. Je wilt toch juist... Die vertelde dat zo goed als iedereen heeft een clausule. Nee, helemaal niet. Het was maar een klein gedeelte. Hoor. En dat het ook een clausule was voor Twente dat het salaris omlaag ging. Ja. Dus op die kant op. Maar dat is het. Dat ze geen clausule hebben wil niet zeggen dat Twente ze er zelf bij wil houden. Hè? Als die met een moordend salaris in de Super League... Zeker. Dan is Twente misschien juist al lang blij. Zou in ieder geval niet op deze selectie bouwen voor je maar in één Twente gaat hetzelfde doen als NEC, hoor. Twente gaat alles op alles zetten. Gaat financieel risico's nemen om binnen één jaar terug te zijn. Nee, maar als jij kijkt naar de selectie van Twente, dan heb je toch best individueel prima spelers. Er is toch iemand die dat heel die selectie, heel dat team verkeerd heeft samengesteld. Wil je die naam noemen? Duidelijk. Dat is toch ook duidelijk. Maar dat verbaast mij gewoon. Ja. Je kan individueel hele goede spelers halen, maar als jij gewoon als team zijnde... Ja, we hebben het afgelopen zondag daarover in de uitzending. Maar ik vind dan ook wel dat je als trainer met je vuist op tafel moet slaan van wie gaat deze spelers dan bij de hand nemen? Ja, maar... Er ontbreekt in elke linie een leider, zeg maar. Of zou het er één zijn? Er is niet één leider op dat veld, niet één. Ik denk dat ze er meer hebben dan heel veel eredivisieclubs. Wat? Tesker en Holla in ieder geval. Zijn wel jongens die een team Hoe wordt die Tesker nog serieus genomen als je wekelijks ook... Ja, ik wou net zeggen, ik vind een beetje een natte krant, hoor. Als je dat elke week voor de... Een beetje een natte krant. Je vindt een natte krant of geen krant? Ja, inderdaad, is een beetje een natte krant. Hè? Verdomme, die krant is weer een beetje nat. Laten we zeggen, hij ligt ver weg en hij lijkt nat. Ik weet het niet zeker. Ik moet er naartoe lopen. Kampende krant. Nee, maar Danny Holla vind ik ook wel... Het is wel, zeg maar, een agressieve, een bijter. Maar ik vind niet iemand die om zich heen kijkt en die gasten zegt... Kom op, jongens, we gaan er tegen. Nee. Oh, ik vind vooral agressie in zijn eigen spel. En niet echt een... Hij is toch bij ADO ook eerder aanvoerder geweest, of niet? Ja, maar ja, goed. Ja. Dat is al een tijd. Het zijn niet per se alles. Maar het zijn wel jongens die, denk ik wel... in principe zo'n team neer moeten kunnen zetten. En alleen wat ik een beetje heb...
wat bij Verbeek natuurlijk wel een beetje het probleem is. Verbeek is een type voetbal, past compleet niet bij die selectie. Nee, maar... Ja. Want je wil... Verbeek is altijd geweest... Op dus eigenlijk, dat is eigenlijk hetzelfde als bij NEC eigenlijk. Ja. Weet je wat mij opviel bij Twente? Is dat... ze hebben in het begin verloren ze al flink wat wedstrijden en onder Haken. Alleen toen wonnen ze op de dure wedstrijd. En toen zag ik toch wel een soort van beleving in die groep. En allemaal ja. om die trainer heen hangen om Haken. En een week of twee weken later ontslaat hij haar. Toen heeft Aysedi nog gezegd van... die heeft 10 keer gezegd van mij had hij niet weg moeten. Nee. Ja, en dat vind ik, dat verbaast mij dan wel. Maar weet je wat ik dan ook heel raar vind? Als je dan iemand aanstelt waarvan... Er was al weinig draagvlak voor hem binnen de club, binnen de supporters. Nou goed. En die maak je dan ook gelijk eindverantwoordelijk voor het technisch beleid met Verbeek. Verbeek mocht gewoon ook daarover alles zeggen. Die komt dus binnen bij een club waar het dus niet loopt. En dan, dat was waarschijnlijk een voorwaarde van hem geweest. Twee voorwaarden. Ik wil minimaal nog 28 analyseklussen doen per maand. En ik wil technisch beleid nog kunnen bepalen. Ja, wat ik is toch raar? Je kan sowieso niet een trainer een technisch beleid laten bepalen. Een trainer die is, je ziet het nu, hij was na een aantal maanden weer weg. Maar ja. Dat kan gewoon niet. Nee. Wat ik bij Twente heel pijnlijk vond, was dat ze hadden vorig jaar hadden ze Unal, Celina en Yeboah voorin. En ja. Toen zei iedereen van, ja, dit is heel leuk, maar wat gaat er gebeuren met Twente op het moment dat die jongens weggaan? En we waren allemaal bang dat daar dramatische spelers terug zouden komen. En het erge is dat er niet zozeer direct dramatische spelers voor zijn teruggekomen, maar dat ze dramatisch zijn gaan presteren. Want ik geloof dat ik in de winter nog heb gezegd van, met Maher en Asaidi kan je niet degraderen. Nou, ja, het is toch echt gebeurd. En dat is natuurlijk wel, ze hebben natuurlijk wel wat kwaliteit in moeten leveren, maar ze hadden nog steeds by far een selectie om gewoon met speelsgemak in de Eredivisie te blijven. En dat is het pijnlijke eraan. Ja. Dat is ook wel een beetje het punt, denk ik. Voor clubs zoals Twente en misschien ook wel AZ, Vitesse, Utrecht, noem maar op. Het is ook een beetje cyclisch. Je kan niet de hele tijd zeg maar, de beste zijn van de rest. Dat is bijna onmogelijk, zelfs voor Twente. En je moet daar op een gegeven moment denk ik ook een beetje bescheiden in zijn. En wat je had het vertrek van dat soort jongens als Unal en zo kunnen opvangen door juist te investeren in jeugd. Maar zij hebben het compleet tegenovergesteld. Door te gaan voor grote namen zoals El Handoui, Asaidi, zijn nog wel een paar. Zie jij überhaupt jeugd doorbreken bij Twente? Nou ja, van de Leijen staat er, van de Leijen staat er. Op een jaar eigenlijk wel. Ja? Met de Avest. Voor Maria wel goed hoor. Ja, maar die is... Ik kom niet uit de jeugd. Hè? Die heeft Verbeek heeft... Hedert de Avest. Kunnen maar die hele laatste lijn is zo'n beetje. Op Teske na. Hedert de Avest is een goede speler, maar voor de rest... Dat is degene waarvan ze het contract niet kunnen verlengen. Berghuis. Omdat hij te veel kost. Dat gaat toch nergens over? Ja, het is, ik vind het enerzijds ook wel, want inderdaad, vorig jaar veel gaat over die huurspelers en dat dan misschien wel de way to go is voor zo'n club. Op Unal na, als je dan denkt met de jongens die ze halen, dan zou je dat als best... Als je huurspelers haalt, dat zijn alle jongens die denken alleen voor zichzelf, die hopen dan weer een stapje te kunnen gaan maken. Maar dat bleek en dus afrechts, want die jongens gingen als de brandweer. Maar dat hoeft geen ramp te zijn, kijk naar NAC, dat hoeft geen ramp te zijn. Als je dan denkt van, nou ja, oké, we willen misschien iets meer perspectief bouwen in plaats van huren, gaan we voor Maher, Asaidi, El Hamdoui, dan zou je toch op voorhand, in voetbalmanager zou je zeggen, ja prima. Ja, maar Maher hebben ze vastgelegd voor 6 maanden in de wetenschap dat ze er geen cent aan zouden verdienen. En Asaidi hebben ze vastgelegd, ik weet niet of hij nog een loopcontract heeft, maar ook waarschijnlijk met het idee van ja, als je een stap mag maken, dan werken wij mee. Ja. Handoui, zelfde verhaal. Dit zijn je bouwt nergens aan. Nee, en dat is gewoon echt bouwen, een beetje het probleem. Het is kort termijn gewoon overleven. Ja. Maar dan nog, als je maar die jongens die in de winter komen, daar kan ik me dat heel goed van voorstellen. Dat je denkt van nou, we halen Maher. Maar die gaat natuurlijk wel zijn carrière... Die jongen moet ook verder. Die is nu geloof ik 24. En die heeft nu degradatie met Twente op zijn... We hadden toch allemaal verwacht... Nou, Maher gaat die ploeg misschien wel een beetje bij de hand nemen. Hij moet toch ook in een voetballende team... dat hij gewoon lekker kan voetballen en zijn ding kan doen. Ja, maar tegelijk vind ik hem wel goed genoeg... om ook in een niet-voetballend team wel daarin het onderscheid te maken. Gebleken dat hij dat te weinig heeft gedaan, toch? En wat ik ook wel heel typisch vind... als je kijkt naar deze ploegen... van welke clubs vind je het slechtste keeper hebben... kom je toch al snel, nou ja, ik vond Kortsmit bij Sparta slecht. Twente is echt een kerkhof voor keepers geweest. Het zijn wel vaak clubs die ook onderaan staan. Want een keeper moet daar wel goed zijn, want je hebt zoveel te doen. Twente heeft gewoon daar niet in geïnvesteerd. En dat snap ik echt niet. Nee. Want Jij wilde nog wat zeggen. Ja. Over Dolberg, dat hij voor het eerst in de basis staat in 2018. Ja, dat kreeg ik dat zou wel mooi zijn. Ja, hij staat in de basis. Ja? Ja. Maar dat wil je niet zeggen, Arjen. Goed dat ik het weet, want ik moet naar Excelsior Ajax. Denk je dat Kai Sierhuis een minuut krijgt van Ten Hag?
Nee. Dat was gênant, hé. Dat hij in die selectie werd opgenomen na het kampioensfeest van Jong Ajax. Ja. Nou ja, oké, okay, prima, kampioen geworden met Jong Ajax. Nou, dan mag je ook nog even minuten maken in Ajax 1. Maar die is precies, niet gespeeld. Precies, dat is het gênante. Want het enige scenario waarin Caiciras minuten had gemaakt bij Ajax 1, dat is het scenario wat we afgelopen weekend hebben gezien. Namelijk dat ze geen kind hebben aan AZ. Ja. Als het niet lekker gaat, ga je niet Caiciras brengen voor zijn buurt. Van nou jongen, ga jij dat eens even omdraaien. Je pakt die jongens een kampioensfeestje af. Wat ik helemaal niet erg vind in het topsportklimaat. Want heel simpel, je hebt allemaal een hoog doel. Tuurlijk. Maar laat die jongen dan even spelen. Weet je, als het toch geen reet meer uitmaakt. Cies. Je staat lang en breed voor. Je gaat het nooit meer weggeven. AZ op de knieën. Die, laat hem niet spelen. Met die Christensen-wissel lijkt hij nog een soort van te doen van, ja, ik geef geen fok om wat jullie van me vinden. Ik ga gewoon nu de spits eraf halen voor rechtsback en het boeit me niet. Maar het mooiste gifje was deze week van dat Matthijs de Ligt werd gekozen tot speler van het jaar. Of wat was talent, het? Talent van het jaar. Even een handje geven. En Ten Hag geeft hem die beker en geeft hem de microfoon. En ja, de Ligt gaat om die microfoon heen en geeft gewoon een handje aan Ten Hag. Ja, we mogen best zeggen dat Matthijs de Ligt met zijn 18 jaar beter op camera is dan Erik Ten Hag op zijn 45e. Ja. Ja. Niks aan gelogen. Wie gaat de play-offs halen? Als we kijken naar de stand. Mogen we de stand even hebben dan? Ja, als jij dat vraagt dan. Ik vind die leuk, hè, die Koeman. Ja. Kijk eens. Nou, dit is niet de stand. Oh, Yannick. Yannick zit er niet lekker in, jongen. Nee, niet zijn dag. Nee. Zwolle en Den Haag zijn jaar. Missen een punt, toch? Zwolle heeft één hoe punt hij het gaat doen volgend jaar bij Oog TV. Ja. Is er nog plek bij Oog TV, Michiel? Weet je dat toevallig? Ongetwijfeld. Oké, nou mooi. Ja, het is ADO heeft min 9 als doelsaldo en PEC min 6. Dus ik denk dat ADO stiekem tegen wie speelt ADO? Ja, dat moeten we weer even moeten terug. We even terug. Roda uit. Roda uit, jongens. Kijk, sorry, Yannick. Yannick. Roda uit Yannick, voor ADO, PEC. Weet je wat? PEC moet... ADO uit. Toch? Uit. Roda. AZ. Dat gaat nergens meer om. Dat moet wel ADO worden. Ja, Zwolle gaat niet winnen. En Heerenveen wordt helemaal kapot gespeeld door Feyenoord. Nou, maar kijk, je gaat het ook over het goede gevoel van de laatste week hebben. En PEC is wel echt verschrikkelijk. Waarom? Echt verschrikkelijk. Gewoon. Ja, nee, ik denk wel, Feyenoord is gewoon... Het is wel interessant. Want anno 2018 in de vernieuwende voetbalshow zeg jij als argument gewoon... Kijk naar de laatste al 2 maanden van Feyenoord. Nou, je hebt niet eruit gehaald wat eruit te halen is. En een half jaar later... Toch? Heel goed. Ja. Jan, heb jij een beter verhaal bij Heerenveen Feyenoord? Nee, maar dat Heerenveen wordt helemaal kapot gespeeld door Feyenoord. Nou, tot zover FR12, jongens. Nee, maar dat is toch zo? Ja, tuurlijk. Geef mij, als hij weer gewoon dezelfde basis zet, misschien met 1 of 2... Die gasten, die slopen Heerenveen. Berghuis wil topscorer worden, het gaat helemaal gebeuren. Je zet er gewoon lekker Vente erin. Nou, dan zet je Vente erin, die scoort ook. De laatste keer dat ik Heerenveen Feyenoord heb gekeken, stond Pierre van Hooydonk in de muur te huilen. Bij de wedstrijd, hè? Ik was bij die, toen was mijn vader trainen. En als ze die wedstrijd wonnen, haalden ze nog play-offs. Ja, dat was best maar dat was ding. Dezelfde. Dat PSV. Ajax kon toen volgens mij kampioen worden. Of AZ werd het niet. Ja? Ajax werd het ook niet. Excelsior die later. Was dat de tweede wedstrijd? Dat was toen die wedstrijd. Ben ik helemaal naar Heerenveen gegaan. Ik denk, oh, als mijn pa wint, dan is het Feyenoord goed. Toen werd het volgens mij 5-0 voor Heerenveen met Alves. Die schoot uit alle hoeken en standen. Nee, dat was tegen Heracles. Nee, dat was 9-0. 7 keer Alves. Op dat moment werd toen ook PSV kampioen. Zat ik in Heerenveen. Dacht van, ja, toen ging je oom ook wel lekker met die commissaris toen, toch? Die wilde Ronald Koeman eruit dieven. En toen werd Ronald Koeman toch nog kampioen met PSV. Hey. En dat handje, hé? Dat handje. En dat Ronald Waterreus een schaal kreeg. En dat hij Ronald Koeman aankondigde. Dat was ook toen leuk. Stond ik ook op het podium. Ja. Zusje, ja, serieus. Ja, echt? Ja, stond ik op het podium. Historische beelden. Maar Heerenveen, geen play-offs? Jawel. Ja, die gaan het wel halen? Zwolle niet. Zwolle niet? Nee. Zwolle, kind van de rekening. Ja, dan het is ook niet meer leuk op zo'n moment, als zelfs als supporter denk ik. Dat je echt denkt, verlaat nu maar, we zijn wel klaar voor dit. We zijn veilig. Heerenveen speelt meestal wel goed tegen topclubs, volgens mij. Gelijk spelletje. Ja. Ik ben nog eens in mijn leven Feyenoord. Schoot Kazimen in het dak van het doel. Hey. Kazim. Ik kan me een Heerenveen Feyenoord herinneren met Gustafsson, die opeens compleet on fire was. 0-5, ja. Je krijgt trouwens vraag, wanneer gaan jullie... Jesper Hogerom goal. Jean-Paul, wanneer gaan jullie weer toeren? Len en ik. Koeman en Rizon. Misschien was het gisteren dan vandaag geweest, Niel. Maar dat, ja. We zijn nog hier. Dat was leuk geweest. Wat voor de mensen die ons nu pas inschakelen of ons pas een half jaar volgen of een jaar. Als we ver teruggaan in de geschiedenis, de zomer van 2015. Len Koeman en Jean-Paul Rizon. Wat deden jullie? Ja, dat was geniaal. Achteraf gezien. Ja, het wordt mooier met het jaar. Achteraf gezien vind ik het nog vele malen mooier dan op het moment zelf.
Ja, wij gingen de Tour de France achterna. Ja, met z'n drieën trouwens. Ja, mijn camera Robert erbij. Robert, even. Ja, Robert moet even wel zeker gemeld worden. Ook ja, bekend bij de heren hier, zeker. En wat deden jullie? Elke dag een filmpje maken? Elke dag liften, Niel. Ja, dat wifi dat zoeken, slaapplek zoeken. We hebben momenten gehad. En mooi is dat we het allemaal niet gegronden hebben. Ben aan begonnen? Wat? Nee, dat was bij vlagen verschrikkelijk, maar achteraf hebben we toch heel erg hard gelachen, ja. Nee, maar achteraf maakt het nog allemaal veel mooier, omdat je in zo'n... Volgens mij was het voor ons allebei de eerste keer dat we, ja, dat we wat op camera deden. Naar buitenland gingen, toch? Voor de eerste keer allebei. Ja. Rison wel. Ja. Nee, maar ik had heel veel... Ja, Rison, die spreekt gewoon Frans. Kijken. Ja, Rison spreekt helemaal geen Frans. Ja, helemaal niks. Of iets tegen. Het was een leuke vrouw gezien leuk ook, Len, hè? Nee, ik denk dat het meest blij gezicht van die serie bij jou gezien, toen jouw vrienden dat huis hadden gehuurd. Dat was ongekend. En dat jullie gewoon een keer normaal, gewoon een dag in een normaal huis doorbrachten. Nee, maar we hadden natuurlijk een backpack en we liepen met een zo'n uitklapteentje. En ja, we wisten gewoon elke dag niet waar we terechtkwamen. Het was, en we moesten van finishplaats naar finishplaats. Dus ja, ja, toen had ik gelukkig hadden we een rustdag, was een rustdag in de Tour de France. En toen moesten wij van West-Frankrijk moesten we helemaal naar de Pyreneeën. Maar dat was gewoon iets van 1300 kilometer. Ah, 600 len. Ja. Ik wil het even een beetje voor je gaan. Wij zijn 3 weken onderweg geweest, ja. Nee, maar toen kwam een vriend van mij, die kwam ons toen ophalen. En die heeft ons gewoon helemaal naar het zuiden, naar de Pyreneeën gebracht. En toen kwamen we daar. Ja, we konden onze spullen niet wassen. We hebben ons een beetje gewassen in beekjes en weet ik allemaal wat. En toen hadden zij voor ons gewoon zo'n Airbnb-huisje geregeld. Dus ik kon gewoon in bad, ik kon gewoon douchen, ik kon mijn kleren wassen. Weet was je wat het enige nadeel was? Top. Dat we de volgende ochtend weer weg moesten. Ja, dat was kut. Dat was verschrikkelijk. We hebben staan huilen bij dat huis. Nee. En we hadden trouwens een balletje mee. Dat was van mijn neefje. En onze cameraman Robert, die heeft 1 keer een bal aangeraakt. En die bal zijn we nog steeds kwijt. Juist? Die hebben we nooit meer terug. Nee. Maar het was een mooie ervaring, zeker. Nee, dat was echt top. Frankrijk zat te doen, Rusland niet, toch? Sorry? Rusland is niet te doen. Ik ga in Rusland, voel ik niet direct de behoefte om te lichten, zeg maar. Wel, hilarische televisie. Met mijn Lada, nee, dank je. Maar je kan nog steeds terugkijken, toch? Zeker. YouTube, Rusland, zeker. Tour in la France. Zeker, absoluut. Het schijnt... RTL nog over, hè? Laten we even naar de totenvoorspellingjes gaan kijken. Kijk eens, oh, wat een uitstekende foto van Leen Koeman, zeg. Field producer bij Sparta. Ik ging er na de hand nog even over nadenken. Brighton en Hove Albion, ja, die moeten nog punten pakken, toch? Ja. Zeker. En volgende week is de FA Cup. Ja. Over 2 weken is de FA Cup. Ah, dat kan me meegenomen. Ja, 2 weken. Nee, oké. Met gelijkspel. Gelijkspel? Ja. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. We hebben allemaal wat anders. Waarom? Maar waarom? Omdat ik denk dat inderdaad Brighton en Hove Albion wil gaan stunten. En daardoor het makkelijker maakt voor Manchester United. En je telefoonnummer in met 222, toch? Dus ook ja, dat. Ja, precies. En je denkt als enige dat Real Sociedad gaat winnen bij Sevilla? Ja, Sevilla. We kunnen er wel over nagedacht trouwens. Eén puinhoop. En Sevilla is één puinhoop. En Sociedad is nu een beetje aan beter in de hand. Sinds ze de trainer hebben ontslagen. En ja, gaat niet echt goed. Ja, ik vind elkaar nog wel de Europese plek, maar ik zie dat niet meer gebeuren. En we worden niet meer. Okay. Maar je hebt er ook over nagedacht? Ja, ik zie het schok-effect bij Sevilla zie ik wel gebeuren. Ja, die zijn echt dramatisch bezig, man. Goed gestraft voor het ontslag van Unzué. Ja. Nee. Rizzo, sorry. Ja. En dan Paris Saint-Germain gaat gewoon eenvoudig winnen. Jean-Paul, deel je deze gedachte? Ja, want als zij op 70% spelen, winnen ze daar ook nog. Amiens is al veilig. Zijn we ook nog geweest, hè, Len? Amiens, weet je nog? Daar heb jij nog die hele kathedraal uit staan leggen. Maar goed, dat kunnen de mensen allemaal terugzien. Kunnen ze allemaal terugkijken. Welke aflevering was dat? Ah, dat was geniaal. Dat was mooi, hè? Ja, zeker. Nee, maar dat... Was het 18? Nee, aflevering 5 of zo. Oh, nee, maar, ja, ik bedoelde meer jaar 18. Ja, dat weet ik niet, dat wist jij. Maar goed, in ieder geval Amiens, Paris, dat wordt gewoon een nulletje of 3. Vorige week 2-2, Genkamp. Ja, maar dat maakt niet uit. Okay. Komende week gaan ze naar de bekerfinale. Jij toch ook, Vef? Tegen de Le Berbers? Le Herbers? Les Herbers, ja. Nee. Zo, hoeveel bier zit er al in, Vef? Nee, 2, maar nog nooit van die ploeg gehoord, maar het is een amateurclub. Stop met tellen, okay, met 2. Prachtig. Ze kunnen nog degraderen. Prachtig. Ze kunnen nog degraderen ook. Okay. Prachtig affiche. Ja, nee, daar wil je bij zijn en ik ben erbij, samen met de winnaars van de Toto Bekers in Europa prijs. Ja, en je weet hoe ze die gevonden hebben? Die bekers in Europa? Geen idee. Spottengroene stoelen. Waar? Ja, dat was het idee.
waar. Ja, ik mocht er niet meedoen. Stadion van Groningen zijn alleen maar groene stoelen. Ja, kijk, daarom. Daar was het ja, je mocht niet meedoen, inderdaad. Nee, daarom. Maar ja, dan hebben we ook, we hebben nog een special bed trouwens. Ja, dat ben ik helemaal vergeten. Kijk, Real Madrid op bezoek bij de kampioen, bij Barcelona. Wie wint er met handicapje 0-1? Arjen, weet je wat handicapje is? Zo, heeft iets met golven te maken. Ja, ook. Maar nu bij voetbal is het dat Real Madrid met een 1-0 voorsprong aan deze wedstrijd begint. Wie wint dan de wedstrijd? Met een fictieve voorsprong. Ja, Real Madrid. Ja? Ja. Jij ook, Feffi? Zeker, want ik denk dat het gelijk wordt. Dus dan met handicap wint Real. Ja, ik ook. Ja? Gelijkspelletje? Ja, boeit eigenlijk helemaal niks meer, toch, deze wedstrijd? Nee, joh. Prestige, Niel. Ja. Boeit niet. Ik de Clasico gaat altijd ergens om. Ja? Barcelona. Barcelona? Ja, die gaan er vol overheen. Laatste Clasico van Iniesta. Dit wordt een masterclassje. Ja, jij denkt ook Barça met handicap? Nou, ik ben 2 weken terug bij Sevilla Barcelona geweest. Toen ik wel wist waar de bekerfinale om ging en tegen wie ze speelden. Maar dat geheel te zijn. Lekker vergelijkbaar, Le Serbië tegen Paris Saint-Germain. Op Sevilla Barcelona. Ik ga voor Barcelona. Oké, nou hartstikke goed. Is ik nog te kijken of we alles hebben gehad, Feffi? Ja. Als je de laatste Freimibo. Ja, nou ja, niet kunnen de laatste van dit seizoen. Ik vind het wel leuk. Oh, we kunnen wel doorgaan, maar dan zonder camera's. Want dat kan, heb je geen wedstrijd? Nee. Dat is namelijk wel echt... Acht uur wel even stil. Vind ik wel heel belangrijk. Ja, zeker. Absoluut. Maar wat een dingetje is, dat het natuurlijk wel echt balen is. Dat het een superleuk play-offs. Maar we missen natuurlijk ook voor nu het schakelkanaal. Ja, wat gaan we eigenlijk doen vanavond? Ja, we kijken hier altijd, of kijken, heel vaak kijken we hier het schakelkanaal bij Fox. Dat is leuk. Dat is zo leuk. Ja, is leuk. Wij willen eigenlijk een actie, gewoon elke speelronde van de Super League moet gewoon, alles moet op vrijdagavond. Gewoon geen Eredivisie wedstrijd meer op vrijdagavond. Gewoon kunnen we alleen geen schakelkanaal maar wel met Milan van Dongen. Voor de weken dat er geen voetbal is, dat je gewoon 1967, 68, gewoon alle wedstrijden door elkaar gewoon... Ja. Ja, maar het is gewoon... Ja, ja, Rudy heeft als live getweet, toch? Oude wedstrijd teruggekeken. Zo, heb ja, toch was heel succesvol, toch? Met Peter, ja. Toch? Ja. Jezus. Nederland, Slavia, 98. Ik heb het twee keer gedaan. Dan niet gaan keer, doen, de UEFA Cup finale van Gala. En één keer de kampioensding van Deportivo in Barcelona. Ah, ja. Dat was wel geinig. Nee. Oh. Alaves wel een heel mooi filmpje over gemaakt. Kunt u ook op YouTube vinden. Met een mooie voice-over. Voorstander van het schakelkanaal. Ja, toch? Ik denk als je een hele wedstrijd Jupiler League moet kijken, moet ik wel eens, maar... Nee, maar... Nee, betaald krijgt, wie zegt. Ik moet heel als je in het stadion bent, is het nog weer anders dan voor de televisie, denk ik. Of ja, maar het is omdat je even weg kan lopen. Een biertje halen. Ja, nou ja, wat dan ook. Dan weet je, nog een biertje halen, nog een biertje halen. Nee, maar thuis... Maar ik denk dat we niet te lelijk tegen de Jupiler moeten doen. Jupiler is fantastisch, hè? Qua doelpunten. Een heleboel wedstrijden in de Eredivisie zouden ook echt baat bij... Hebben we een sponsordeal met Jupiler? Nee, absoluut. Ik weet het ook niet. Nee, maar een heleboel dingen zouden baat hebben. Vind je niet? Eredivisie wedstrijden? Ook bij het, als ze in schakel worden uitgezonden. Tuurlijk. Het hele leven moet gewoon in schakel. Is toch schakel? Hey? Hm? Wat zeg je? De laatste twee rondes... is ook een stuk leuker dan de rest van het seizoen. Je ziet alleen de mooie dingen. Ja, is echt waar. Het is niet voor niks dat samenvattingen nog steeds heel succesvol is op zondagavond. Nee, kijk, dat komt door Tom Egbers. En zijn opening. Samenvattingen. Ja, maar dat is ook omdat dat doet hij wel goed. Dat is ook omdat het werk is. Alles. Nee, bijna alles, ja. Jezus. Kijk je alles in samenvatting? Nee, alles live. Alles live. Ja. Nee, maar dat is ook omdat het je werkt. Je hoeft het ook niet meer. Dan ga je jezelf zitten. Nee, ik word ervoor betaald om het te doen. Nee, maar dat is het wel. Dat is, zelfs met Super League, ik vind het echt wel leuk om te kijken. Maar je moet wel heel erg goed bedenken van, wat ben ik hier aan het doen? En dat klinkt misschien flauw, maar ik bedoel meer... Weet je, bij NEC bijvoorbeeld, nou ja, Groeneveld is genoemd, Carioca. Dat zijn jongens, je gaat echt specifiek letten op die spelers en dan wordt het interessanter. Ja. En als je gaat kijken naar wat is het team aan het doen, dan wordt het... Heb je dit seizoen VVV 20 gezien, live? Hey, hou je mond, even man. Even nadenken. Daar was ik nee, bij. Nee, maar dat bedoel ik. Daar is, daar zat, dus, ik daar was naar Limburg gereden. Waarschijnlijk heb ik het gezien. Maar er is dus geen ingang te vinden iets mooi aan die wedstrijd te vinden. Ja, VVV haalde toen de... 2 Roda was ook zo'n wedstrijd. 34 punten. Ik geloof ik meteen, Willem 2 Roda. Was jij vorig jaar, of 2 jaar geleden, NEC Sparta 0-1? Die ballen tegen Pastoor? Toen miste, hoe heet die gozer, die Breinburg miste toen nog een pingel. Dat is echt de aller slechtste wedstrijd ooit gezien. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. We wilden allebei niet verliezen. Tratte de bal gewoon weg. Kreeg een van mij is van dan Almere City, wat ik live heb gezien. Zoals gisteren, Atletico Arsenal. Ja. Als je het hebt over slechte wedstrijden, die eerste helft, je zit echt te kijken van wat ben ik hier aan het doen. Alleen het verschil is, kijk, bij Super League teams heb je nog zoiets van, stel je voor dat je deze speler
naar een ander team zet, er kan iets mee gebeuren of wat dan ook. Bij Atleti Art, veel beter gaat het niet worden qua niveau van teams. Want er zijn wel betere teams, maar het zijn er misschien teams. Maar toch zie je in zo'n eerste helft, die verschrikkelijk is, zie je één of twee klassenflitsen die voor mij de 45 minuten legitimeren. Op een gegeven moment een vrije bal. Ik geloof Saul, die neemt hem op Griezmann en die draait in één keer weg en die schiet hem net naast. Ja, dan is voor mij de rest van de 45 minuten is alweer vergeten. Want ik heb dat gezien, snap je? Ja, okay, en dat zie je in ik. Nederland niet. Dat is, ja, nee, dat klopt. Nee, maar dat was wel met Ziyech bij Twente. Nee. Een hele periode dat je Twente prima vond om te kijken, puur vanwege één speler. En dat is, ja, goed. Jan, je wil wat zeggen? Ja, we moeten... Michiel, die... Mening alert. Mogen we jou trouwens... Niet lullig bedoel, maar kan Michiel? Jij niet gewoon extra werken dat Michiel hier vaak kan zitten? Ja, dat is voor iedereen denk ik beter. Ja, toch? Okay, maar ik heb Michiel een week niet gezien, want die is keihard bezig met presentatie voor een voor iets waar wij heel graag naartoe willen maandag. Maar het kan ik misschien nog leuk om even over te hebben. Of dat echt, Michiel kaart voor ons gaat regelen? Nou, ja, je weet het niet. Heeft Michiel dat geregeld bij deze? Nou ja, hier. Nee. Dat is wel heel erg tegen. Zullen we eerst even duiden waar we het over hebben, jongens? Nee, ik geef maandag een presentatie over bij, bij de Analytics and Sports Conference hier in Amsterdam. Ja. En daarbij ga ik het hebben over PSV en over de contrasten tussen afgelopen seizoen en dit seizoen in een speelstijl. Ik weet niet wat Jan precies voor ogen had erbij. Ik ga er denk ik wel heen en Jan wil er ook heen. Ja, alleen een kaartje kost €200. Dus Jan probeert... Euro? Ja. Ja, wat denk je dat deze gozer kost? Ja. Voor iemand die gaat vertellen hoe een seizoen lang geluk eruit ziet. Nou, daarvoor gaat hij dus iets uitleggen. Dat is het punt. Ja. Het is geen geluk, want... Moet u niet een crowdfunding voor je starten? Ga jij nu, heb jij het weer geregeld voor jezelf? Wat? Nou, ik dacht dat we vrienden waren, Niel. Ja, ja, ik dacht dat dit jouw vriend was. Ja, nee, collega, dat is toch echt iets anders. Goed. Jan, misschien. Kijk, oeh. Binnen één minuut van nee naar misschien, dat nog twee bieren was het geregeld. Moet je voetballen morgen? Ik zou, maar dat mag natuurlijk van de KNVB niet, maar ik zou met... Christian Visser meedoen. Ja. Heeft hij ook gehad? Ja. Maar dat was niet meer nodig, dus ik ben vrij morgen. Oh, hij ben net nog. Jij wel ja, nog? Of ik morgen... Nee. Nee, dus helaas geen voetbal. Wil je dat Jordi... Dat kan toch wel een keer? Die ja, keer moet nu ver zijn hoor, mensen. Je moet wel in Amsterdam wonen. Anders kom je FC de Rebellen. Dat vind ik wat voor jou. Nee, ik ga met John Wolf of FC de Rebellen. Daar is Feffen niet zo fan van. Maar mocht je een club hebben in Amsterdam en je hebt morgen nog iemand nodig... Top, Jordi en Mali. Arjen Ebbingen trouwens ook. Toch? Ik heb morgen een wedstrijd met oud-NEC... En oud PSV, dus een mixteam. Tegen? Tegen een plaatselijke amateurclub bij Nijmegen. Maar kunnen we die er niet inzetten in de playoffs? Is dat oud? Maar dat doen jullie vaker? Nee, dit is uniek. En met welke naam speel je dan? Ja, volgens mij Luc Nielen, Shield de Beelden. Zo. Dat is niet mis. Dat is allebei niet van de NEC komen. Zo. Patrick Potthuizen, Dennis Gentenaar. Marcel Koning lachen. Dus echt een team. Van de Doelen heb ik nog niet gezien. Van Nistelrooy? Sorry? Van Nistelrooy? Hij speelt toch met Nils en de Beelden voorop? Niet. Nee, hij kan de tweede helft komen. Heb ik niet gezien. Als dat niet loopt, dan kan je toch Van Nistelrooy brengen. Het is eigenlijk altijd een verrassing wie er dan komen. Maar dat waren wel een beetje de namen die sowieso toegezegd waren. En trainer? Ik zou voor Nils specifiek trainer. Gewoon al komen. Leuk. Ik heb ooit nog een keer, weet je dat nog? Bij Bikwik hebben we toen een keer een oefenpotje gespeeld. Ja. Hij schopte, het was gewoon een oefenpotje. Gewoon helemaal, hij schopte die gozer helemaal doormidden. Wat dan? Mijn vader was boos, jongen. Ja. Wat was het dan? Nou ja, we speelden gewoon onderling een oefenpotje. Nee, je was niet onderling. We speelden tegen... En jij was gewoon nog prof. Toen deed Stef Nijland, die deed ook nog mee. Jij was prof toen, of niet? Nee, ik was al gestopt. Maar iets fanatiek nog. We speelden gewoon een wedstrijdje. Gewoon een wedstrijdje. Gewoon, hij schopte nog gewoon helemaal door midden. Ik was te laat. Nee, ja, ik kon wel wat lomp zijn. Hè? Oh, zeker? Oh, af en toe. Dat was Michiel Jongsma die hier door midden. Trauma voor het leven. Zometeen loopt hij zo van tafel. Hoe ben jij trouwens? Nu niet meer. Ben je gestopt? Ja, toen ik naar Utrecht ben verhuisd ben ik gestopt. Oké. Maar kunnen ze je wel bellen? Nee, hij was wel hard. Die was heel hard. Prestatie. Okay. Nu maken we er helemaal een show van, ze moet goed gaan. Oké, okay, goed. In het Engels? Ja. Zo, knap. Maar dat gaan we makkelijker af dan in het Nederlands vaak, dat scheelt. Okay. En jij morgen naar? Morgen, ik ga eerst naar Heerenveen, FC Groningen onder 19. Scouten. Even kijken, talentjes. Om te schijnen, die zit erbij. Willem Wijs bij NAC onder 19. Dat Groningen schijnt, ondanks dat de grootste talenten al doorgeschoven zijn, echt een hele goede lichting te hebben. Vind jij niet? Heel goed. Nee, ja, bij Groningen zitten wel een aantal talenten. Maar ja, die hebben zo'n Ludovic Reis, Tom van der Looy. Die kunnen allemaal nog gewoon bij onder 19 voetballen.
Wie zijn de trainers daar? Hoe is die IJslandse jongen eigenlijk? Die Finson. Welke? Oskari? Nee, Kolbein Finson, geloof ik, toch? Je bent jong. Alles met voornaam Kolbein moet je niet kopen. Maar dat is oké. Okay. Marcel van Buren is trainer bij onder 19 van de Marcel van Buren. Leuk fan. En bij Heerenveen? Bij Heerenveen lopen Scandinavische jongens uit het Oostblok. Ja? Als je die wedstrijdlijst gaat Noord-Holland. Kijken. Noord-Holland. Nee, ja, maar er staan bijna geen Nederlandse jongens in. Bijna geen Nederlandse jongens. Ja, die spits is volgens mij wel een Nederlandse spits. En dat broertje toch? Van, of de broer van Kikpiri toch? Stijnpien. Ja, toch? Ja. Dat is ook een keeper toch ook? Taken volgens mij. We gaan nou heel niche, jongens. Zeg maar. Okay. Ja. Wat zeg je, Rizzo? We gaan nu heel erg de niche in. Ja, nee, oké. Okay. En daarna ga je door naar? Ja, maar dat ligt mooi op de route. Ga ik even een Heerenveen-wedstrijdje kijken en daarna door naar Cambuur Dordrecht. Ja, echt een liefhebber. Klasse. En zondag? Ja, zondag Excelsior Ajax. En morgen tegen Zwammerdam. Altijd lastig. LSVV 70 Zwammerdam. Oké. Okay. Nog 4 punten nodig voor handhaving. Zijn er nog kaarten? Nee. Kan het nog zijn dat je in de play-offs tegen Broes terechtkomt? Zeker. Oké. Okay. Ja. Ja, dat... Moet Florian shirtjes gaan maken. Ja, ook lekker bij. Maar goed. Dan was het weer. Michiel, alweer voorbij? Ja. Nee, ja, het officiële gedeelte. Nee, zit het erop? Ja, het eten staat al achter. Wil je nog een shout-out doen, Jean-Paul? Iemand bedanken? Iemand de groeten doen? Heb je besteld? Ik hoef niemand een shout-out te doen. Hebben we allemaal besteld, toch? Ja, mijn moeder is morgen jarig, dus ik zie je. Hoe oud wordt ze? Moeilijke vraag. Kom ik later op terug. Goed weekend. Niet.